Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ik zeg goedenavond. Toen ik ging nadenken over een outfit voor deze voorstelling. Dankjewel. Ik zie u kijken. Daar heb je niet heel lang over nagedacht, hè, vriend. Nee, ik heb er echt lang over nagedacht. En het is elke avond de keuze of dit of een burkini. En vanavond is het deze geworden. Speciaal voor Delft. Ik wil even mee terugnemen naar een moment eerder dit jaar. Ik doe dit nu 26 jaar, het land doorreizen naar zalen met mensen en daar tegen praten. En er zijn momenten in dit vak dat je zeker weet, nu heb ik echt de top van de cabaret Olympus wel bereikt. Nu ben ik echt de king, ik ben echt het mannetje. En dit jaar was al een moment. Ik wil je even meenemen naar 11 februari. Dus 11 februari van dit jaar. Het was ongeveer 6:30 s'avonds. En ik bevond mij in een ruimte die ja, ongeveer zo groot is als deze ruimte. En dat was dan nog maar mijn kleedkamer. Dus dan kan je nagaan wat mijn normale niveau is. Maar goed, hier is het ook leuk. En ik bevind me in de kleedkamer. Die kleedkamer bevond zich trouwens in de beurs van Berlage. Dat is een groot gebouw in Amsterdam Centrum, vernoemd naar een brug in Amsterdam Oost. En daar, u bent een hele snelle zaal. En ik bevind me in mijn kleedkamer in de beurs van Berlage. Ik leg uit wat er gebeurt. Ik sta op het moment dat u erbij komt, sta ik een, ja, ik mag toch wel zeggen, vrij beroemde actrice te omhelzen. En anders zij mij wel. Op dat moment gaat de deur van die kleedkamer open. En wie staat er in de deuropening? Mark Rutte. Precies die. Mark Rutte staat in de deuropening van mijn kleedkamer. Het was trouwens, voor ik het vergeet, Halina Rijn, dames en heren. Dat geluid wou ik maar even horen, ja. Dames en heren, u kijkt me nu aan. Ik denk terecht, Dolf, wat is het verhaal? Er zijn denk ik drie opties. Optie 1, het is altijd mijn droom geweest om één keer in mijn leven Halina Rijn aan dit pezige lichaam te vleien. Optie 2, de heer Rutte, jazeker, had voor deze speciale avond Halina uitgenodigd in de hoop dat er wellicht in de loop van de avond enige lichaamssappen zouden zijn uit te wisselen. Vind ik zelf heel netjes gezegd. Hij komt die kleedkamer binnen en ze heeft gekozen voor een wandelend kadaver. Dat is optie 2. Dat vind ik toch wel grappiger. Dames en heren, optie 3, het was de avond van de Correspondence Dinner. Voor het eerst in Nederland, ik had de eer om daar te mogen spreken en de heer Rutte was mijn voorprogramma. Nou, zoals altijd, de meest bizarre optie is de feitelijke optie. Het was 11 februari, avond van de Correspondence Dinner, voor het eerst in Nederland. Door Twan Huis, u kent hem. Twan Huis heeft haar uit Amerika hier naartoe gehaald. Hij zocht een spreker, Willem Holleder, kon niet. En dan kom je al gauw bij Mark Rutte terecht. Afijn, u weet wat het is, hè? Mark Rutte zou spreken en daarna een comedian om het karwei af te maken. En u weet ook dat Joep van het Hek dat zou doen. En ik denk terecht, toch? Want ja, groter dan Joep ga je ze niet vinden in het cabaret. Behalve misschien Karin Bloemen. Waar het mij om gaat is dit. Joep van het Hek zou ik met één keer verdwaald in Karin Bloemen. Lang verhaal, terug naar mijn vraag. Dames en heren. Ik hoor nog de echo. Terug naar mijn vraag. Dames en heren. Joep van het Hek, u kent hem allemaal. Ik ook. We hebben hem aan ons hart gesloten. Joep kon het niet doen, dat weet u. Hij kreeg problemen met zijn gezondheid. Dat is vervelend als artiest. Hij is op Papentijnse voorstelling in Papendrecht. Is Joep ernstig onwel geworden. Wat ik me ja, heel goed kan voorstellen. Want goed, ik ken Papendrecht en daar ben je alleen maar dood. En gelukkig heeft Joep het overleefd. Hij heeft nu een zesdubbele bypass. Heeft hij een zesdubbele bypass? Dat is best ingewikkeld. Dat is een beetje het ja, Prins Klausplein. Hierboven. Alles rijdt weer, maar Joep kon het niet doen. Dus er moest iemand anders komen. En dan denken mensen, terecht, Twan Huis heeft Dolf opgebeld. Dat is niet helemaal waar. Ik heb Twan Huis opgebeld. Ik denk, nou, er is een plekje. Ik heb Twan gebeld. Ik heb gezegd, Twan, weet je nog die foto's die ik van je heb? Dat wist Twan nog wel. Ik zeg, ja, hier moet een of ander, maar het lijkt me zowel voor jou als voor Hillary gewoon beter als die foto's pas in december uitlekken. Nou, dat vond Twan ook wel. Dus ik had er weer een optreden bij. Dames en heren, het was de Correspondence Dinner voor het eerst in Nederland. Misschien heb je de beelden gezien. Het was de beurs van Berlage. Een hele brede zaal, immense zaal, waar ze met kroonluchters welke alle sfeer hadden uitgeramd. Ze hadden de camera's stilgezet en ze hadden alleen maar bekende Nederlanders uitgenodigd. Mediapersoonlijkheden, tv-presentatoren en Frits Wester. Dus iedereen was daar en daar moet je dan tegen spelen. Maar dat is verder oké, ik noem het een uitdaging. En misschien heeft u de beelden gezien. Achteraf hoorden wij, een dag later hoor je dat, dat 3 miljoen mensen hebben gekeken naar de Correspondence Dinner. En u hoort nu aan mijn stem, dat vind ik ook veel, dames en heren. 3 miljoen. Ik ben gewend aan ja, 2,7, 2,8 miljoen, 3 miljoen. Dat is dan gewoon meer, toch? Het is een eer, hè? Het is een eer. Ik weet nog goed, dames en heren, ik laat Halina los, of zij mij, weet ik veel. En Mark Rutte staat in die deuropening, ja? En ik ga naar hem toe, we waren die avond alle twee comedian. En voor de duidelijkheid, ik ben ook comedian. En wat Rutte is, dat weet eigenlijk niemand. Dus ik loop naar hem toe. Die avond waren we alle twee comedian. Ik weet nog goed wat ik zei. Ik zeg, dag meneer Rutte, ik ben Dolf Jansen. En toen zei ik, als comedians onder elkaar, het moet vanavond dus wel van ons komen.
Waarop Rutte precies antwoordt wat jullie al verwachten. Rutte antwoordt, ja, lachen toch? Gaaf. De heer Rutte is geen typetje. Hij is echt zo. Hij is echt zo. Dames en heren. Het was ik zeg historische avond, zeg ik niet gauw. Ik was daarbij, ik was in de middel, ja. Ik zat bij het diner, het was een diner, optredens, afijn, tijdens het diner zat ik aan tafel 1, dames en heren. Ik zit nooit aan tafel 1. Maar deze avond zat ik aan tafel 1. Ja, ik zat gewoon naast Mark Rutte. Zat ik gewoon naast. Daarnaast de RVD, daarnaast Twan Huis, daarnaast Halina. Die had ook, ja. Nog een paar mensen die ik vergeten ben. En aan mijn andere kant, ik lieg het niet, zat Nelly Kroes, dames en heren. Deze jongen, het scharminkelige geweten van links Nederland, zat tussen Mark Rutte en Nelly Kroes. Een aantal van u kent haar nog, toch? Je had eerst Wiegel, kreeg je Bolkestein, Nelly Kroes. Op een bepaald moment had ze Nederland zo'n beetje af, ging ze werken voor Europa. Weet je dat nog? Nelly Kroes ging voor u werken voor Europa. Dat is een organisatie in Brussel en Straatsburg. En Nelly ging daar werken. En wat deed Nelly namens u? Zij hield die Amerikaanse multinationals hield ze tegen. Want als die wilden dan in Europa de boel leegtrekken, met belastingvoordeel en shit. En dan kwamen die Amerikaanse multinationals. En die zeiden, we want this and this and this and this. En dan zei Nelly, it is not gonna happen. En dan zag je kijken, what the fuck gebeurt hier nou? En dan zei hij, yeah, we want this and this and this and this. En dan zei Nelly, it is not gonna happen. En dan ging het ook niet gebeuren ook. Ook omdat ze vaak hun scrotum een kwartslag had gedraaid. En dat is bij de meeste mannen wel voldoende om het argument winnend af te sluiten. Ik zie nu een aantal vrouwen die begint aantekeningen te maken. Dan zeg ik, ja. Dit is wel de sfeer vanavond, jongens. Echt goed, hè? Een belangrijke avond, voor mij ook. En voor de duidelijkheid, dames en heren, Mark. Rutte was er. En ik ga nu iets onthullen wat ik misschien niet wist. Hij had inderdaad Halina Rijn uitgenodigd voor deze avond. In de hoop dat hij wellicht zijn kleine liberaal kon inparkeren. Ja. Ik vind dit heel netjes gezegd zelf, hoor. U vindt dit nog steeds te ver gaan. Ik weet geen andere term. U voelt wat ik bedoel, hè? Dit vonden ze trouwens in Bussum laatst helemaal niet grappig. Als een zaal vol met VVD'ers, die hebben we met hockeysticks bekogeld. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, dames en heren, Mark Rutte als comedian. Ik had ook niet verwacht. Wat hij had gedaan, heel slim, had zijn tekst laten schrijven door een zestal echte comedians. En Mark Rutte zou een kwartier krijgen en ik zou een kwartier krijgen. Dat was eerlijk verdeeld. En Mark Rutte gaat staan in zijn smoking en die begint voor te lezen. En dames en heren, echt knap gedaan. Echt, Mark Rutte heeft het heel knap voorgelezen. Als het de kleuterschool was, zou ik zeggen, sticker voor Mark, terug in de hoek en smoel houden. Gewoon wat het is. Echt. Met, ook met grap, hè? Die hadden ze voor hem bedacht en hij maakte ze ook goed. Ik zal één voorbeeld geven. Op een bepaald moment praat Mark Rutte, uw premier, praat over Jan Slachter. U kent Jan Slachter? Een aantal van u kent Jan Slachter. Nou goed, als u Jan Slachter niet kent, dat is een beetje het symbool van een voltooid leven. En die komt iets te hard aan, hoor ik al. Jan Slachter is de hoofdmax. Nou, en Jan Slachter had in februari van dit jaar had Jan Slachter een vriendin. En die was jonger dan hij. Wat op zich vrij logisch is, want elke vrouw in Nederland is jonger dan Jan Slachter. Maar deze was echt veel jonger. En Mark Rutte, uw premier, maakte een grap over dat leeftijdsverschil. En wat er in die zaal gebeurt, al die beroemde mensen begonnen keihard te lachen. Iedereen moest, nou dat is niet helemaal waar, iedereen behalve Jan Slachter. U heeft ook gekeken, hoor ik al, ja? Die moest niet lachen. Als u ooit een beeld zoekt van een man die niet moet lachen, Jan Slachter. Ik heb het later teruggekeken, Jan Slachter zag eruit alsof André van Duin persoonlijk een heel Holland bakblik in één beweging in zijn anus inbracht. Pam! Daar zijn beelden van. Enfin, wat er gebeurt is dit. Mark Rutte doet zijn ding en nogmaals, hartstikke knap, niks aan de hand, mensen waren enthousiast. En Mark Rutte zou een kwartier krijgen, hij pakte 22 minuten. Ja, live tv. Eigenlijk leek zijn speech leek erg op zijn beleid van de afgelopen 5 jaar. Het duurde veel langer dan je hoopt, het ging nergens heen, hij had het niet zelf bedacht, maar hij bracht het heel enthousiast. Enfin, vonden ze in Bussum ook helemaal niet grappig. Nou, wat ik wou vertellen is dit. Normaal heb je even een pauze, een drankje, weet ik veel. Nee, meteen door, Dolf, meteen door. Dus Twan, geef een schop, drop. Live tv, hè. En ik had geen kwartier meer, ik had nog 12 minuten. Ja? Dus ik denk, nou, dan ga ik bij tempo draaien. Dat doe ik liever niet. Maar als het niet anders kan, dan doe je dat gewoon. Dus ik, ja, ik ben een prof, hè. Dames en heren, wat ik bedacht had, ik maak wat grappen over de politiek. Je bent toch comedian en ik heb daar gedachten bij. Dus Partij van de Arbeid, nou goed, de grappen liggen voor de hand. Dank u wel. Maar ook andere partijen. Ja, ik zal even opgeven. Mark Rutte was mijn voorprogramma. Had hij hartstikke goed gedaan. Ik denk, maak één grap over Mark. Toch, meneer Rutte? Hij luistert toch niet. Ik had op een paar moment gezegd, Mark Rutte zocht coalities. Elke keer weer. En op een paar moment had hij in de Eerste Kamer, weet je nog, 2 jaar geleden, had Rutte de SGP nodig om een meerderheid te krijgen. En dat is politiek. Dat kan, hè? En het lukte hem ook nog. Dus hij werkt samen met de SGP. En toen vroegen mensen, ik denk wel terecht aan Mark Rutte, u bent toch een liberaal? Hoe kunt u dan samenwerken met die, nou ja, ik zou maar zeggen, die zwarte kousen christenen van het SGP?
Vind ik een goede vraag. En Rutte met zo'n grijns, hij komt ermee weg. Hij zegt letterlijk, nou, zegt hij, het SGP is een hele sympathieke club mensen met interessante ideeën. Voel je? En hij komt ermee fucking weg, hè? De SGP, misschien kent u ze uit de polder. De SGP is een sympathieke club mensen met interessante ideeën. Ja, als je daarmee wegkomt, dan kom je echt overal mee weg, toch? Dan kan je over de Koekoeksklan zeggen. De Koekoeksklan is een hele hechte vriendengroep. Met een aparte kledingkeuze en heel veel buitenactiviteiten. Dat is... Op zich, er is geen spel tussen de ram, hè? En maar lachen. Nou, dat soort grappen. En het leuke was, die zaal reageerde echt goed. Weet je, al die beroemde mensen, iedereen lachen, behalve Frits Wester, fuck you, mate, wat mij om gaat. Uiteindelijk, ik maak mijn verhaal af met 4 zinnen die gingen over menselijkheid. Ik leg even uit waarom. Ik maak me druk om een paar dingen. En ik noem het even de verharding in de politiek. Misschien in je eigen omgeving, in dit land. Mensen die tegenover elkaar staan in plaats van naar elkaar luisteren. Ik noem het de verharding. En die zie je in de politiek, ook bij een aantal partijen die daar volledig op drijven. En ik maak me daar druk om. En toen had ik de gedachte bedacht, als nou niet iemand dit land regeert, of een partij, of een man of een vrouw, maar als de menselijkheid zou regeren. Dus ik denk 4 zinnen aan de menselijkheid in de politiek. Dat vond ik een mooi idee. En ik eindig mijn verhaal 12,5 minuut en bam, ik eindig en die hele zaal gaat als één man staan. En dan gebeurt er iets, hè. Als al die beroemde mensen, ik denk, wow. Niet van kijk mij nou, maar ik voelde gewoon het is gelukt. En ik stap eraf. En ik loop terug naar mijn tafel, wat overigens tafel 1 was. Niet om op te scheppen, maar het is gewoon het is. Ik loop naar tafel 1, ja, want daar zat ik. En die waren ook gaan staan. Dus ik heb een moment in mijn leven gehad dat ik naar een tafel loop waar uw premier die zat. Maar goed, die lacht altijd. Maar ook Twan Huis en de RVD en Halina Rijn, allemaal, hè. En wat er toen gebeurde, dames en heren. Ik lieg het niet. Ik loop naar die tafel toe. En Nelly Kroes loopt naar mij toe. En Nelly Kroes heeft een glas wijn in haar handen. Haar glas wijn. En Nelly Kroes heeft tranen in haar ogen. En die is zo geraakt door 4 zinnen over menselijkheid, dat ze letterlijk tegen mij zegt, ze komt dichtbij me staan en ze zegt, Dolf, wat je daar zei, dat was echt prachtig. En deze heb jij wel verdiend. En ik krijg het glas wijn van Nelly Kroes, dames en heren. En ik sta daar in het licht, ik denk, wow. En ik wilde eigenlijk zeggen, ja mevrouw Kroes, dank u wel. Maar ik drink eigenlijk niet. Maar haar hand ging al naar mijn scrotum. Dus ik denk, wat er ook gebeurt. Weet je, doe mij er nog eens. Vanavond, hè? Nou, op dat moment wist deze jongen zeker, ik heb de top van de cabaret Olympus bereikt. Mooier gaat het echt niet worden, hè? Tot ik vanavond om 7:58 opkwam in de Veste in Delft. Toen dacht ik, nee, hier gaat het om. Ik ben er weer. Goedenavond. Bam! Dank u wel. Dank u wel, ik ben Dolf. Ik ben terug. Hoe is het met jullie? Lekker, overal lekker. Boven ook lekker. Hartstikke fijn. U bent met ja, wat erin past, 700, 800, 900 man bent u opgekomen. En ik weet niet hoeveel u bent. Voor mij ruim 500, waarvoor hartelijk dank. Het is gierend uitverkocht, waarmee het heel raar verhaal wordt dat hier gewoon 1 lege plek is. Komt ie nog? U ontkent iedere betrokkenheid. Dan hoort hij dus bij u. U weet ook nergens van. Hebben jullie een extra plekje gekocht dat je mij beter kan zien? Dat kan ook, hè? Okay. Dit is echt raar, hè? Dames en heren, ik weet hoe uitverkocht het is. Mensen hebben hun dochter verkocht bij de kassa voor kaartjes voor deze voorstelling. Echt maar, waren wel hele lelijke dochters, maar daar gaat het er niet om, hè? We hebben gewoon 1 lege plek. Ik vind het jammer, maar ik ga proberen om er overheen te spelen. Ja? Ja, ik heb er moeite mee. Het zou grappig zijn als er nu 1 Antilliaan binnenkwam. En die zei, is het al begonnen? Ja! Want dan denken jullie, ja, Antillianen kunnen toch zo hard lopen? Nee, dat is alleen Tjurandi. Dat is alleen Tjurandi. De rest van de Antillianen is meer van rustig, toch? Die komen gewoon 8:30 binnen kakken. En voor de duidelijkheid, voor u denkt, wat gaat hij zeggen? Ik vind alle Antillianen leuk, maar ik vind Tjurandi Martina van alle Antillianen de leukste Antilliaan. Mag ik dat dan zeggen? Wat je hem ook vroeg van de zomer, hij had 1 antwoord. Ik ga heel hard lopen, maakt het niet uit. Wat je hem ook vroeg, wat deed je gisteren Tjurandi? Ik heb heel hard gelopen. Mooi joh, wat ga je morgen doen? Dan ga ik heel hard lopen. En zo simpel kan het leven zijn, hè? Gewoon heel hard lopen. Mocht er ooit een aanslag komen in deze regio, mijn tip zou zijn, ga naast Tjurandi staan. Wat gaan we doen? We gaan heel hard lopen. Weg, hè? Ik noem het beveiliging. Voorstelling heet Veilig trouwens. Voorstelling is mijn oudejaarsvoorstelling. Veilig. Ik speel hem 4 maanden. 4 maanden, 80 voorstellingen. Dat is best veel. Vandaar dat ik er zo uitzie. En ik ben blij, voor de duidelijkheid, ik speel deze voorstelling alleen maar in theaters. Nou goed, waar ik dan wel geboekt word. Het is goed om terug te zijn in Delft, dat meen ik serieus. Voorstelling heet Veilig, is mijn oudejaarsvoorstelling. En ik kijk even om me heen. Ik ben blij dat u er bent. U bent, zoals ik dat zou willen omschrijven, een nou,
gemaleerd blanke zaal. Wat op zich prettig is, dan kan ik tijd beginnen. En ik voel heel veel spanning. Ik weet niet wat er aan de hand is, jongens. Je kunt gewoon reageren, hè? De plek is nog steeds leeg. Ik sta trouwens hier, ik weet niet waarom, maar dat is de afspraak. In de zaal zit de andere helft van dit team, dat is Henk. Henk is mijn technicus, hoofd licht, hoofd geluid, hoofd... Nou, eigenlijk alles wat ik niet kan. Henk is voor mij heel belangrijk. Althans, dat staat in mijn script. En mocht u met Henk willen praten, ik zou het afraden. Ook vanwege de zure lucht. Een aantal mensen daar zitten, ja, dat is wel waar. Maar, nee, Henk is echt een goede jongen, althans een goede jongen. Henk is een tukker. En ik weet niet of u het weet, Henk woont waar het onverhard wordt. Maar verder zijn Henk en ik heel close. Soms vragen mensen aan Henk, verdien je er wat mee? Dat is niet helemaal waar, ik verdien aan Henk. Henk is eigenlijk een project van justitie. Nou, kort samengevat, ik heb vrij veel contacten met een voormalige minister van Veiligheid en Justitie. Die had nog een geheim potje waarvan hij zelf ook niet wist wat stond. Eigenlijk is zo, elke avond dat ik Henk van straat hou, krijg ik daar een bedragje voor. Dus ik heb een hele lucratieve tour. En uw dochters kunnen gewoon lekker shoppen vanavond. Nou, dat had ik wel vertellen. Oh ja, Henk is trouwens een tukker. Soms vragen mensen, wat is een tukker? Dat is een dyslectische Turk. Dat is eigenlijk wat het is. Nou, hebben we alles op een rijtje. Volgens mij gaat het over dit jaar. Dat leek me wel gepast. Ik zal even één ding eruit halen wat mij opvalt de afgelopen weken, maanden misschien wel. Ik ben van de feiten en ik denk jullie ook. Daar bedoel ik mee. Je leest een krant, internet, tv, kijk je. En er gebeuren er dingen. En volgens mij de basis is, er zijn feiten, dat zijn gebeurtenissen, dingen die echt waar zijn. En daar bepaal je je mening. En dat is soms niet makkelijk, dat is ingewikkeld soms. En misschien dat je er nog even over praat, of je leest nog een extra artikel, of je kijkt nog een tv-programma. Maar uiteindelijk bepaal je je mening. Maar je gaat uit van de feiten, althans dat vind ik. En ik heb het idee dat de feiten steeds meer verdwijnen in dit land, in de politiek. En dat er een gevoel voor in de plaats komt. En ik heb niks tegen gevoel, laat het duidelijk zijn. Niks tegen. Maar volgens mij is de feiten nog steeds de basis. En er zijn volgens mij momenteel politieke partijen en bewegingen in dit land die volledig uitgaan van een gevoel. Dat je zegt, ja, maar de feiten liggen anders. Ja, dat interesseert me niet. Het voelt zo. En nogmaals, ik heb niks tegen een gevoel, maar ik ga uit van de feiten. En u ook, denk ik. En dan bepaal je je mening, toch? Door een gesprek of zo. Of je bent een vrouw en dan vraag je aan je man wat je daarvan vindt. Dat kan ook. Sorry. Ik voel gelijk spanning. Kan ook andersom. Dat kan natuurlijk ook andersom. Dat je man jou vertelt wat je daarvan vindt. Dat maakt mij niet uit. Ik voel dat we een hele leuke avond gaan krijgen. Dat kan echt niet missen. Ik vind het echt jammer van die ene plek, maar ik ga er niet over lullen. Goed georganiseerd theater, maar dit staat ergens. Wat ik wou vertellen, ik ben van de feiten. Ik probeer een voorbeeld te geven. Ik vind gevoel geen punt, hè? Maar feiten. Kent u? Oké. Kent u toevallig de Maag-Lever-Darm-Stichting? Een aantal van u kent die stichting. De rest denkt, waar gaat het over? Ik leg het uit. Je hebt in Nederland een stichting. Goede stichting, goed georganiseerd. Die zet zich in voor de maag, de lever en de darm. En die stichting heet de Maag-Lever-Darm-Stichting. Dus, ja, goed gekozen naam. Maand of vier geleden bracht de Maag-Lever-Darm-Stichting een persbericht uit. En het ging over uw gedrag. Het stond in uw krant, maar goed, ik heb het wel gelezen. Ik wil even twee dingen vooraf zeggen. Als je het goed vindt. Ik vind persoonlijk de Maag-Lever-Darm-Stichting een vrij overdreven stichting. Vind ik. Ik heb zoiets van kiezenorgaan. Twee. Ook van belang. Ik vind het zelf heel grappig. Als je de Maag-Lever-Darm-Stichting bent en je brengt een persbericht uit. Doe ermee wat je wil, maar dan zitten we even op één lijn. Mooi. Gisteravond in Rotterdam was het de eerste keer hoe ze lachen. Poep in Rotterdam was toch een beetje, weet je wel. Enfin, ik zei ook nog Feyenoord, winterkampioen, maar tweede worden is ook mooi. Hele korte avond. Nou, wat ik wou vertellen is... Als er nu een Feyenoord-hooligan hier gaat zitten van, nou, ik ben benieuwd wat er komt, weet je wel. Met zo'n fout gespelde tattoo. Wat ik wou vertellen is dit, dames en heren. Het ging over uw gedrag, stond in de krant, persbericht, Maag-Lever-Darm-Stichting, let op. Kop erboven, 9 op de 10 Nederlanders poept het liefst 's ochtends. Ik lees even door, ik heb er tijd voor. Drie regels verder staat er letterlijk, feitelijk blijkt 49% van u het liefst 's ochtends te poepen. Dat je denkt, huh? Volgende zin, nou moet je opletten. 45% van u heeft geen voorkeur. En wat hebben ze nou gedaan? Die fascisten van de Maag-Lever-Darm-Stichting, die hebben gezegd, 45% heeft geen voorkeur, dus die tellen we niet mee. Hou je over 55%. En dan is 49% opeens 90%.
Nu we het toch over het Oekraïne-referendum hebben, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Het Oekraïne-referendum, ik ben ook voor democratie, hè, voor de duidelijkheid. Minder dan 1/3 van u is gaan stemmen. Want de rest heeft wel werk, dus minder dan 1/3 ging stemmen. Van die 30% was 60% tegen. Dat is 60 van 30 zit je op 18%. Dus 18% van u was tegen. Ik heb daar respect voor, ja. Maar dan moet je even verder luisteren. Uit onderzoek bleef 5% van de tegenstemmers wist feitelijk waar het over ging. De rest stemde meer op, ja, het is een gevoel. Terwijl 5% wist, Oekraïne is een land in het oosten voorbij, Enschede, 10% weg, iets met handel, ja. Uiteindelijk 5% van 18 hou je volgens mij over 1%. Ik heb nog steeds respect. Ik zou het persoonlijk niet de meerderheid willen noemen. Ik moet denken aan Jan Roos. U kent Jan Roos, naar ik aanneem? Onvermijdelijk. Nou, Jan Roos, voor de duidelijkheid, ik ga vanavond op dit podium niemand beledigen. Maar voor Jan Roos maken we even een uitzondering. Jan Roos begon zijn, laten we zeggen, carrière bij Geen Stijl. En veel van u denken, nou, Geen Stijl, dat is een leuke club jongens, die met gekke berichtjes en filmpjes en lachen, lachen, lachen. Niet helemaal waar. Geen Stijl is een verdienmodel van de Telegraafgroep, die bewust namaaknieuws verspreiden dat jij in de war raakt en niet meer weet wat echt is. Dat is gewoon een conceptje. Geen Stijl, dat mag. En Jan Roos werkte daarvoor en deed een nazi-uniform aan. Dat je je afvraagt, is dat grappig? Ik vind van niet, zij vinden van wel. Daarna deed Jan Roos een matrozenpetje op. En met dat matrozenpetje zegt hij tegen Rutte, je moet luisteren naar de meerderheid. Voor de duidelijkheid, ik heb het over 1% van de mensen die wist waar het überhaupt over ging. En nu heeft Jan Roos een politieke beweging opgestart. Mensen vragen mij, Dolf, waarom? Ik weet dat toevallig. Jan Roos heeft 3 maanden geleden auditie gedaan voor de Josti Band, werd daar afgewezen. Nou, dan is er nog 1 ding in Nederland wat je kan doen, en dat is je eigen partij. Was wat het is, hè? Ik wil niemand beledigen, maar Jan Roos vind ik toch wel de moeite waard. En ik begrijp heel goed dat... Dank u wel. U moet wel met de rest meelachen, anders is voor mij niet de timer. Dat voelt u ook wel, hè? Je hoort dus dat vrouwen wat later zijn, maar hier kan ik gewoon niet tegen. Dames en heren. Nog steeds een lege plek, hè? Ik hoop nog steeds, als er iemand binnensluipt, zeg het, hè? We doen het licht aan, we zetten hem neer en de avond wordt er nog leuker van. Dames en heren. Ik krijg ook soms politieke vragen. Ja, iemand vroeg mij laatst, waarom moet Ton Elias uit de VVD-fractie? Ja, ik denk om met de anderen ook wel een keer een broodje willen. Ik vind u echt de leukste zaal sinds, nou, eergisteren. Dames en heren. Wat ik wou vertellen, ik begrijp u. Luister naar mij, ik begrijp u. Ja? Velen van u, namelijk 45%, heeft geen voorkeur wanneer u wilt poepen. Wat dat betreft zitten wij op 1 lijn. Ja? Want ik ben daar ook een hele ouderwetse jongen in. Wat mij betreft, is echt persoonlijk, is er maar 1 moment wat voor mij de voorkeur heeft om te gaan poepen. En het is heel persoonlijk, maar wat mij betreft is dat toch als je moet poepen. Dat vind ik zelf. Vind ik een heel lekker moment. Dat je wat aan het doen bent, je denkt, hey, ik moet poepen, weet je wat ik doe? Ik ga even poepen. Maar dat staat niet in het onderzoek, hè? Mijn motto is, als hij kopjes gaat geven, dan wil hij eruit. Dat zeg ik. En mocht u geconstipeerd zijn dat je niet kan poepen, vind ik ook erg. Ik heb 1 tip, denk even aan Jan Roos en poef, daar ga je al. 26 jaar doe ik dit. Ik maak al 26 jaar elk jaar een voorstelling over het jaar, doe ik met veel plezier. En elk jaar gaan er mensen dood, dat is onvermijdelijk. En als er in je eigen omgeving mensen zijn doodgegaan, tekent dat een jaar. Daar bedoel ik mee, als je iemand bent verloren dit jaar in je eigen buurt, dat tekent zo'n jaar. Dan zal het jaar altijd daarmee te maken hebben. Maar er gaan ook elk jaar bekende en beroemde mensen dood, dat weet je. En wat mij opvalt dit jaar, ik weet niet of het waar is, maar ik denk het wel, dat er helden zijn omgevallen. En ik gebruik het woord helden niet zo makkelijk, maar er zijn mensen die zijn echt helden. En als je dit jaar kijkt op een aantal gebieden in de wereld, dan zijn er helden omgevallen. Ik ben zelf van de popmuziek mijn hele leven al. Ik draai het, ik luister ernaar, het is voor mij belangrijk. En als je de popmuziek hebt gevolgd de afgelopen 40 jaar, dan is de naam David Bowie staat ergens daan. En ik denk dat niemand had verwacht begin dit jaar dat we David Bowie zouden herdenken. Er was net een nieuwe plaat uit, prachtige plaat, donkere plaat. Maar je had ook zoiets van, wow, wat een goede liedjes. En misschien ging je wel verheugen op concerten volgend jaar. En in plaats daarvan staan we David Bowie te herdenken. Ja. En dat raakt mij, dat raakt jou misschien ook. En ik zal 1 quote van David Bowie met jullie delen, als je het goed vindt. Jaren of wat geleden werd hij geïnterviewd. Het ging over zijn muziek en over zijn leven, maar ook over ouder worden. En toen zei Bowie iets moois, vond ik. David Bowie zei letterlijk, the aging doesn't faze me all that much, but the death part is really a drag. Dat betekent dus letterlijk, ouder worden vind ik geen punt, maar doodgaan is kut. En dat is wat het is. Doodgaan is kut. Ja? Ook voor jezelf als je doodgaat. Maar nog erger is als je ergens moet spelen en het zit overal vol en op de eerste rij is iemand net overleden. Dat is echt... Je kunt zich niet voorstellen hoe zwaar dat is, maar goed. Ik ga nog een held noemen. Sinds een week of 4 praat ik op dit podium over Leonard Cohen. Ik praat wel vaak over Leonard Cohen vanwege zijn teksten. Volgens mij is Leonard Cohen de grootste dichter uit de popmuziek.
En misschien zullen sommigen van u zeggen, ja, en Bob Dylan dan? Bob... Alle respect, hè? Ik vind Bob Dylan onverstaanbaar goed, mag ik het zo zeggen? Hij is een beetje de Frank Boeien van de Amerikanen, maar daar gaat het niet om. Leonard Cohen is dood en natuurlijk op leeftijd en je weet dat het komt en de laatste plaat ging erover. Maar hij laat je ook achter met een stapel liedjes die je nooit vergeet. En ook met hoopvolle regels. Eén regel van Leonard Cohen. Hij zong tegen jou, tegen mij, like a bird on a wire. Like a drunk in a midnight choir, I will try in my way to be free. En dat zijn regels, daar kan je wat mee in je leven. Prince ging dood. Prince, had je verwacht dat Prince, die funky gnoom uit Minneapolis, zou overlijden? Ik dus niet, hè? Ik bedoel, in de popmuziek de afgelopen 20, 30 jaar, Prince, altijd aanwezig. Altijd spannend, eigenwijs. En Prince is er niet meer. Ja, ik heb hem één keer in mijn leven live gezien, dat zijn herinneringen. Ja? Ik was in een stadion met 20, 30.000 man. En op het podium zie je die band, in het midden zie je die kleine... Ik denk, wow, what the fuck? En het was funk en seks en alles, hè? In een stadion. En die hele band eromheen, de New Power Generation. En 2,5 uur lang, bam, 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 weet je. En aan die kant Sheila E., weet je dat nog? Sheila E.? Die had zoveel drums, die kon niet mislaan, man. Dat was prachtig, prachtig. Dat is voor een vrouw lekker. Wat mij om gaat is dit. Prince overlijdt. Ik word er nog geraakt, ik ken die man niet. Maar toch denk je, wow, weet je. En er is iets heel raars aan dan. 3 maanden na zijn dood had ik een mazzeltje. Dat klinkt gek. Ik kon uit de boedel van Prince kon ik een hartstikke leuke oranje pak overnemen. Dat heb ik gewoon gedaan. En het leuke is, bij Prince was het een lange broek. Helden vallen om. Ik ga nog een naam noemen die je misschien niet meteen herkent. Ofwel Joe Cox. Joe Cox, de Britse parlementariër. Die werd doodgeschoten en gestoken op straat omdat zij voor een mening stond. En deze man dacht, zij gaat mijn land afpakken. Het ging over de Brexit, weet je. En er waren mensen voor en tegen. En Joe Cox, misschien kende je haar niet, of een beetje. Joe Cox was een vrouw van de samenwerking, dus die was tegen die Brexit. Die zegt samenwerking om de problemen te lijf te gaan. En deze man, met een gun en een knife, die dacht ze pakt mijn land af. Wat waanzin is, maar waarom dacht hij dat? Omdat bepaalde media, zeker politici, inspeelden op angst en woede. En als je in dit land om je heen kijkt, zie je het ook. Ga maar niet om die politici, maar om die mensen. Er zijn mensen in dit land boos en angstig en allerlei dingen. En er zijn politici die spelen daarop in. En dat mag. Het enige wat ik wil zeggen is, volgens mij heb je verantwoordelijkheid voor je woorden en voor de eventuele gevolgen. En misschien niet één op één, maar je kan niet allerlei dingen maar roepen en schrijven en tweeten en daarna zeggen, ja, maar zo had ik het niet bedoeld. Vind ik, hè? En er waren politici, dat weet je, in Engeland, Nigel Farage, Boris Johnson, die speelden puur in op angst en woede bij de Engelsen. Ja? En dat werkte. Dat werkte. En deze man, je zal zeggen, hij was gestoord, misschien wel. Maar uiteindelijk hoort hij die verhalen en hij zag die posters en hij dacht, deze vrouw die deugt niet. En zij moet dood. Ja? Denk even voor mij aan een politicus in dit land, een Kamerlid, die jij sympathiek vindt, of goed, man of een vrouw, partij maakt niet uit. Denk even aan die man of vrouw en denk dan aan het beeld dat die man of vrouw in een plas bloed op straat ligt vanwege de mening. Omdat bepaalde politici, ik vind het dat je verantwoordelijkheid hebt. Als je in Nederland een grote beweging leidt, hartstikke knap, goed gedaan, dan moet je weten wat je zegt en wat het betekent. Vrije woord oké, maar je hebt verantwoordelijkheid. Als je als leider van een grote politieke beweging in dit land letterlijk zegt, als wij volgend jaar niet in de regering zitten, zou het mij niet verbazen als er een revolte volgt in Nederland. Ja? Je mag het zeggen, maar niet daarna zo hard ik het niet bedoeld vind. We mogen echt godsblij zijn dat de meeste PVV-aanhangers geen idee hebben wat het woord revolte betekent. Dat scheelt echt helemaal op. Hè? Het gaat er niet om die ene man, hè? Of om die ene partij of die beweging. Het gaat erom dat je verantwoordelijkheid neemt. En Joe Cox was voor mij een held. Ik kan uitleggen waarom. Joe Cox werkte in de politiek en daarvoor werkte voor Oxfam, dat heet hier Novib. En wat Joe Cox deed, was letterlijk op de plekken zijn die jij alleen van tv kent. En gelukkig maar. Letterlijk de steden die je kent uit Syrië en Irak en de vluchtelingenkampen, oorlogsgebied. En zij was daar namens Oxfam. En wat ze probeerde, vanuit niks, iets voor die mensen te betekenen. En ik heb het echt over de bodem, hè, dat je niks meer hebt. En zij was daar. Engeland, zelfde verhaal. Wat zij deed in Engeland, ja, voor mensen die niet profiteren van rijkdom en globalisering en shit. Wat zij deed, was er voor die mensen zijn. Om te kijken of er ook nog iets voor hen overschiet. En dat deed zij. En ze was voor samenwerking. En tegen dit. Oké, dat is een mening. Ja. En dan gebeurt het. Ik ga één quote van Joe Cox met jullie delen, omdat ze voor mij een belangrijke vrouw is. Joe Cox zei een aantal jaren geleden, zei ze over de mensen om je heen, de mensen in dit land, de mensen in de wereld. Als je gewoon om je heen kijkt, ook al weet je het niet eens, toen zei ze over mensen in het algemeen, we have so much more in common than that which divides us. Letterlijk, hè? We hebben zoveel meer gemeen dan wat ons verdeelt. En daar stond zij voor en daar kan je naar leven. En zo is de wereld. Ja? Uiteindelijk gaat het niet om hoe je tegenover elkaar staat en wat je gemeen hebt. En daar stond zij voor. En daarom was zij een held. Ik noem nog een naam. The Greatest. Er is maar één The Greatest. Dan denkt u, Mart Smeets, die leeft nog. Dames en heren, The Greatest is natuurlijk Muhammad Ali. Ja?
En ook al weet je niks van sport, heb je niks met boksen. Ja? Muhammad Ali was the greatest. En ik ga nu iets zeggen. Denk even aan Muhammad Ali. Aan de beelden die je kent van toen of van later. Ja? Ik ga nu iets zeggen wat ik niet elke avond durf. Maar ik realiseer bij het overlijden van Muhammad Ali, dat Muhammad Ali en ik vrij veel gemeen hebben. En ik voel nu alweer de verbazing in deze zaal. En ik zie zelfs een aantal van u naar mij kijken. Met zo'n blik van, nou Dolf, er zijn ook wel een aantal verschillen. Tuurlijk, als je goed kijkt naar Muhammad Ali en naar mij, zou je een aantal verschillen kunnen opmerken. Tuurlijk, die puntjes wil ik best aan Delft gunnen. Typisch kritische blik van Delft. Ja? Je zou bij het seizoen een keer een FIFA moeten maken met een hek. Laten we daar eens over hebben, maar daar gaat het nu niet om. Hè? Waar het mij om gaat, wordt waterfietsen. Waar het mij om gaat, is dit. Muhammad Ali en ik hebben natuurlijk verschillen. Tuurlijk. Ik ben geen grote negroïde man. Geef ik meteen. Ik kan niet echt boksen. Ik heb ook niet van die rare handschoenen. Dat is gewoon een heel lastig type. I cannot float like a butterfly, sting like a bee. Allemaal waar, hè? Ik hoef er niet naar Kinshasa voor de rumble in de jungle. Dat zijn al 5 verschillen. Puntjes voor Delft. Snap hoor. Ik hoef er niet naar Vietnam. Ik heb nooit Barack Obama de hand geschud. Allemaal waar. Ik heb mijn voorhuid nog. Wel waar. 1 keer besneden en het groeide weer aan. Ja, er zijn best wel verschillen. Oké, als je goed kijkt, zijn er nog meer verschillen. Delft. Er zijn over mij weinig boeken geschreven, weinig films gemaakt, weinig documentaires. Allemaal waar, ja? En niemand van u is ooit midden in de nacht opgestaan om mij op een zwart-wit tv'tje te bekijken. 16 puntjes voor Delft. En nog steeds zeg ik dat er overeenkomsten zijn tussen Muhammad Ali en ik. En nu ga ik het vertellen ook. 2,5 uur geleden gingen Henk en ik een hapje eten. Want ik eet echt wel. Jezus. Ik vind het echt geen leuke avond of zo hoor. Henk en ik gingen een hapje eten. Ja, dat vinden wij gezellig. We gaan altijd vroeg eten. Ik ben artiest. Moet je vroeg eten, hè? We komen verderop in een van die prachtige restaurants binnen. We waren misschien wel de eerste die uitbaten ziels binnenkomen. Die komt naar ons toe. Die zegt letterlijk, dit is uw tafel. Waarop Henk die tafel optilt, in het busje zet en weg. Ja. En toen ben ik aansluitend uit het restaurant gezet, dames en heren. Nou, dat is Muhammad Ali, dus ook een keer overkomen. Ik ga nog 1 naam noemen. Nee, ik ga hem niet eens noemen. Haak maar gewoon aan. Als volwassen mannen op een tankstation in tranen over jou praten en het zelfs Rotterdammers niet echt lukt deze Ajaxiet te haten. Als jouw interpretatie van onze taal iedereen doet zwijgen en jij als enige van de 22 het gras leek te ontstijgen. Als iedereen die Messi beter vindt een beetje loopt te liegen en jij nooit getackeld werd omdat je leek te vliegen. Als jij het nummer 14 tot symbool wist om te vormen, het bij Real liet regenen en bij de Mannschaft stormen. Als elke bal wereldwijd er alles voor deed of zou doen, nog 1 keer te worden gestreeld door jouw buitenkantje linkerschoen. En als van Betondorp tot Barcelona iedereen jou kent, dan weet ik dat jij geen voetballer was, maar een kunstenaar bent. Dan weten wij dat jij een kunstenaar en onsterfelijk bent. Dankjewel. Dankjewel. We zijn bijna 4 maanden onderweg met deze voorstelling Veilig. Je begint altijd te try-outen. En wij try-outen altijd in Brabant. Onder het motto, als het daar werkt, kan je overal spelen. En dat is geen grap. En ik voelde net tijdens dit gedicht, u bent de poëtische zaal. Dat voel je op de een of andere manier. U haakt aan bij mijn poëzie, vind ik fijn. En het had 6 strofes, dit vorige gedicht. 6 strofes, heeft u gehoord, denk ik. En ik herinner me die avond in Brabant, dat was denk ik half september. We staan in een klein zaaltje, 150 man. En ik doe het gedicht en ik hoorde, ik denk na 4 strofes, hoorde ik een vrouw op de 4e rij tegen haar man zeggen, het gaat over Cruijff. En het is gewoon fijn dat mensen aanhaken bij wat je aan het... Ik zei nog tegen haar, ik had het ook liever over Johan Derksen geschreven. Ja. Die leeft dan helaas nog. En, nou, laat ik het zo zeggen, als Johan Derksen zou komen te overlijden, ik zal trots als een aapje het hele land doorhuppelen. Mag ik het zo... Dank u wel. Ik moet opeens aan Sylvana Simons denken, dat heb ik niet vaak, maar ja, toch wel eens. Je weet dat er de afgelopen weken en maanden is gebeurd, als je het hebt over verharding. Kijk, je mening heb ik oké, dat je anoniem je mening uit vind ik al vrij laf. Maar dat je dingen zegt tegen de vrouw die zich uitspreekt, los van waar je staat. En je mag het ermee oneens zijn, maar dat je letterlijk tegen die vrouw zegt, ze zou die ondersteboven in een boom moeten hangen en in brand steken voor je kinderen. Ik vind dat debat toch wel een beetje voorbij hoor.
Dat, wat, dat ging over, van alles wat zich over uitspraken. Voor de duidelijkheid, ik ben ook scheidsziek dat elk jaar die Zwarte Piet discussie terugkomt. Dus we zullen er gewoon over ophouden. Laten we ophouden over Zwarte Piet, laten we ons druk maken om Sinterklaas. Dat is volgens mij een Rooms-Katholieke geestelijke met vrij veel kleuters in de buurt. Zullen we ons daar druk maken? Maar goed, dat is Sylvana. Die zich ondertussen heeft aangesloten bij een politieke beweging waarvan de naam werkelijk niks te maken heeft met waar ze voor staan. Maar goed. Balans, hè. Wat ik wou vertellen is dit. Ik ben een jongetje van 8, het is begin jaren 70, 72, 73, die tijd, ik ben bijna 9. En we kenden elkaar toen nog niet, maar het is wel de toptijd van Johan Cruijff. Als je de oude beelden ziet, 71, 72, 73, bam, daar was hij. Ja? En ik was 8, ik was 9 en ik had mijn eerste bril. Wij kenden elkaar niet, maar ik had mijn eerste bril toen ik 8 was. En ik durf tegen jullie wel te vertellen, ik had een afzichtelijke bril. Echt, ja, ik zie de verbazing, afzichtelijk. Wat heel raar is, omdat ik later echt zo'n mode-icoon ben geworden. Ik heb één jongen bijna helemaal aan die kant, die heeft nog niet gelachen. Ik ga mijn best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken. Wat ik wou vertellen is dit. Misschien dat hij in de kleine zaal moet zijn. Wat ik wou vertellen is dit. Ik ben een jaar of 8, ik heb een afzichtelijke bril. En soms vragen mensen mij, waarom had jij een afzichtelijke bril? Dat zal ik uitleggen. Als je een bril gaat kopen, heb je een bril nodig. Omdat je vrij weinig ziet. Ja, wat er gebeurt is dit. Ik ben een jaar of 8 en ik vind mijzelf terug in een klein dorpje, een vlekje aan de Friese Noordkust. Ik heb het over het dorpje Pasens. Is er toevallig iemand die het dorpje Pasens kent? U kent het? Het is een heel kort gesprek. Ja. Dat is het lastige met Friezen. Eén antwoord en ze gaan weer naar huis. U zei net ja. Mijn volgende vraag was, bent u Fries? U moet daar vrij lang over nadenken. U bent een Fries, we zijn in Delft. Bent u gevlucht? Elke antwoord is ja. Heeft u zin om de afloop met Henk te douchen? Het wordt heel stil op mijn kont. Dames en heren, zijn er nog... Dank u wel voor het contact. U begrijpt hoe mijn avond in Leeuwarden was. Kutavond, wat ik wou vertellen. Nee, respect. Zijn er nog meer mensen die toevallig Pasens kennen? Pasens. Wat zegt u? Pasens? Dat zei zij? U weet daar niks van, hè? Ik heb dus één Fries in de zaal en één hele eigenwijze vrouw. Voor de duidelijkheid. Dit is van deze serie de 73ste voorstelling. Ik heb elke avond over Pasens. Vanavond zetten we de camera's bij. Is het Pasens? Ja. Ik zit nu al in mijn hoofd te denken, hoe gaan we dit monteren? Ik vind het... Het is elke avond Pasens, het is Pasens, hè? Dat weet u toch ook, Pasens? Ja. Zie je wel? Bam. Ik vertrouw deze man niet, hoor. Als je niet met Henk wil douchen, dan is er echt iets mis in je hoofd. Dat weet ik nu wel. Pasens. Ik ben een beetje tijd aan het rekken. Ik ben in mijn hoofd mijn hele verhaal aan het herschrijven. Want daarna Pasens komt er vrij snel in voor. Wat is Pasens? Weet ik sinds kort. Ik ben gek op Friesland, dat duidelijk zijn, hè? Gaat niet over u, hè? Ik ben gek op Friesland. Nee, in het voorjaar hebben ze daar een feest, dan vieren ze Pezen. Dan hebben ze een Pezenhees. Nee, u lacht daarom, ik meen dat heel serieus, ja. Mensen vragen soms dolle, wat is de Pezenhees? Dat is een haas, die heeft zoveel gepraat, die is schor. Oké, hier wordt het ingewikkeld. Dames en heren. Ik vertel even iets over mezelf. Ik ben 8, ik ben 9, ik ben een jongetje, we kennen elkaar niet. Eén ding over mijn jeugd wil ik toch vertellen, ik was op mijn hoede. Dat klinkt gek, ik was niet angstig, ik was op mijn hoede. Ik leg het uit, ik kom uit een gezin met een vader, een moeder en 3 broers. 1 ouder, 2 jonger. En ik was altijd op mijn hoede. Niet angstig, maar op mijn hoede. Ik was eigenlijk dit, ik was altijd aan het checken om mij heen, bij mijn ouders, bij mijn broers, anderen, of iedereen het naar zijn zin had. Letterlijk dat. Als iedereen om me heen het naar zijn zin had, was ik ook oké. Dus altijd indirect. Als mijn vader blij was, kon ik ook blij zijn. Als hij chagrijnig was, was er een probleem. Dus ik leefde altijd indirect, altijd op mijn hoede. En vooral mijn vader is belangrijk. Als mijn vader thuis kwam, ik was een jongetje van 7, 8, 9. Ik wist binnen 10 seconden of de dag oké was of niet. Ik had er een antenne voor. Hij zei nog niks, ik voelde het meteen. Sterker nog, als hij in zijn stoel zat en ik kwam de kamer binnen, kon ik aan de rug en de schouders van mijn vader zien of de dag oké was of niet. Ik weet niet wat het is. Dat is iets, weet je. En altijd op mijn hoede en altijd via een ander. En als zij blij waren, was ik het ook. En als mijn vader blij was, topdag. Als mijn vader blij was en hij had wat te drinken bij, en dan nog wat te drinken, en dan nog wat te drinken. Dat waren de beste dagen. Maar goed, dat was ik. Ik was een jaar of 8 leeg en ik vind mezelf terug in Pasens.
Ik vind mezelf terug in Pezens, dat ligt aan de Friese Noordkust. Het is officieel de naam Pezens Moddergat. Dat heet daar Mulderpoef. En het is een heel klein plaatsje, vaak twee kleine plaatjes, die hebben ze dan gefuseerd tot één klein kutplaatsje. En waarom was ik dan, zal ik uitleggen. Een paar weken eerder, ik denk 3 weken ervoor, had mijn moeder gezegd thuis in het gezin, wij gaan wat lopen. Dus ik denk, wow. Dus ik vraag, waar gaan wij wat lopen? En mijn moeder zegt, Pasens. Ik zeg, het is Pezens. Ja, dat vind ik lekker. Dames en heren, ik weet niet hoe u het wat kent, dat heet in Friesland het wet, maar dan ben je aan de rand van het wat en dan sta je op die dijk. En misschien kent u dat, kan daar of een andere plek. En ik weet als ik het over het wat heb, dat veel van u een beetje ontroerd raken van hoe mooi dat is, toch? De Waddenzee, ja? Hoor je, ik sta al 5 minuten op de dijk en nu denkt Henk, ik zet er een paar meeuwen onder. Dat is Henk Post, dames en heren, de timing van een tumtumtje. Nou, wat ik wil vertellen... Dames en heren, ik sta als jongetje van 8, ik sta zo, hè? Je hebt daar die Noordoosten, altijd Noordoosten. Dan, ja? En we gingen wat lopen. Doe je dat alleen? Neem een groep. Dus mijn vader, mijn moeder, ik was mee. Waarom? Omdat mijn ouders hadden gezegd, het is leuk als de kinderen meegaan. Nou waren mijn 2 jongere broers echt nog veel te jong om in de drek te werpen. En mijn oudere broer had meegekund, die was 12. Maar die bleef liever thuis om zijn nieuwe schaamhaar te tellen. Dus, ik was... Schemeheer. Ik was degene die meeging. Ja? Dan sta je op de dijk, daar ergens... Pees, Moddergat. En die wind en die lucht van het wat. En ik weet dat veel van u het wat mooi vinden. Ik heb daar respect voor. Maar ik vind, als ik persoonlijk mag zijn, de Waddenzee een ongeorganiseerde tyfusbende. Mag ik het zo samenvatten? Er is geen pijl op te trekken, dames en heren. Je denkt, het is een zee. 6 uur later, het is gewoon modder. Kom je 6 uur later, is het weer zee. Dan pak je een boot in de modder, ja? Het is altijd onduidelijk en onbetrouwbaar. En als er modder is, heb je niet alleen modder, maar ook drek en slik en wier en zeehonden. Alleen die fucking het hart. Ik ben er niet blij mee. Ik zeg het wat, asfalteren, parkeerplaats voor de Waddeneilanden. Nou. Dames en heren, ik ben een jongetje van 8 en we staan op de dijk. Ja? En we gaan wat lopen met een groep van een man of 14. En misschien kent u in deze regio ook van die natuurtypes. Van die liefhebbers. Dat je dat denkt, toch? Altijd dezelfde types met zo'n verrekijker voor een zoel. Dan lopen ze tegen een boom, want die zien ze niet. Dames en heren. Deze groep van de mannen, 15, waren ook van die natuurtypes. En ik was een jongetje van 8. En ik moest mee. En jij kent ze allemaal, ook in je eigen omgeving. Natuurtypes, allemaal hetzelfde. Een jekkie, en laarzen, en een baard. Behalve mijn moeder, want die had geen jekkie. Dus... Dames en heren. Ik sta daar. En dan komt een moment, misschien heeft u het gedaan, misschien niet. Dan ga je wat lopen. Dan zegt de gids, dat is Fries voor, ga mee. Althans, dat denk ik. En dan komt het eerste moment dat je op het wat stapt of in het wat, ik weet niet, iets met wat. En ik weet niet of je het al gehoord hebt, dan hoor je... Dat je denkt, oké. Maar dan verwacht je dat misschien alleen de eerste stap. Nee. Dan denk je, gaat dit de hele middag zo door? Ja. Dus, ik heb stukken beentjes, ik zak gelijk tot over mijn enkels, zak ik in die drek, hè. Ik moet elke avond even aan Patty Bart denken. Ik weet niet wat het is. Dames en heren, ik ben een jongetje van 8, ik kan niet eens aanhaken. Die groep had er zin in met die fucking verrekijkers. Die gingen... Daar ging het al, hè? En waar gingen wij heen, zal ik u vertellen? We gingen naar Engelsman's Spleet. Dat is een Brit onder een deken. Dames en heren, als je die nog begrijpt, dan heb je dezelfde medicatie als ik. Wat ik wou vertellen, wij gaan naar Engelsman's Plaat. Is dat ver? Ja, maar niet zo ver als Reykjavik. Dus wij gingen naar Engelsman's Plaat. Met een groep, met die gids. En ik haakte af, ik kon niet... Ik zakte tot mijn liesjes. Ja? Ik kon niet mee. En die anderen hadden er zin in. Lololololo. En ik flikker op een beetje verder kijken. Je hebt alleen garnalen, vriend. Maar goed. Op een bepaald moment zie ik mijn ouders omkijken. Met zo'n blik van, we hebben er nog 3. Ja. Ik had het niet makkelijk, hè? Dames en heren, wat er toen gebeurde, zal ik u vertellen. We gingen naar Engelsman's Plaat. En wat ik niet wist, en u ook niet, zijn 2 mogelijke routes. Je hebt een redelijk rechtstreekse route naar Engelsman's Plaat. En je hebt een lange route. Langer. Dat is langer, die is mooier en die gaat door een vaargeul. Maar al deze mensen hadden betaald voor wat lopen. En die hadden recht op de lange route. En wat er in die groep gebeurde, op die middag, de hele groep besloot, we pakken de rechtstreekse route. En waarom deden ze dat? Voor mij. Die groep zag mij, ik weet niet wat ze zagen. Misschien dat ze dachten van nou, die jongen heeft het aan zijn bril te zien. Al niet heel makkelijk in het leven, ik weet het niet hè. Kan ook medelijden zijn, maar wat er gebeurde in die groep met z'n allen, besloten ze, we kiezen voor hem. We gingen rechtstreeks naar Engelsman's Plaat, boterhammetje eten. En terug, ja? Ik heb het overleefd, Delft. Ja?
En waarom ik het vertel is dit. Wat deze groep had of deed of voelde, leerde ik later, is empathie. Empathie. En dat is niet meer of minder dan je inleven in een ander. Zij leefde zich in mij, koos niet voor zichzelf, maar voor mij. En het mooie van empathie vind ik, iedereen heeft het en je kan het elk moment toepassen. Als je morgen iemand tegenkomt, kan je empathisch zijn, je inleven in de ander, wat heeft hij nodig of zij. En niet voor jezelf kiezen. En nogmaals, het mag, het hoeft niet, hè. Iedereen heeft het, iedereen kan het. Het is een kracht. Ik hou ervan. Toen hoorde ik dit jaar Stephen Hawking. En Stephen Hawking is, ik denk, een van de meest briljante geesten van de mensheid. Hij is een fysicus, natuurkundige, zwarte gaten, tijd-ruimte-krommers. Ja. En Stephen Hawking is hier briljant. En je weet ook, hij zit volstrekt dubbelgevouwen in een rolstoel. Dat is wat het is. Maar hij is briljant. En Stephen Hawking werd geïnterviewd, een paar maanden geleden. En het ging over deze tijd, over de wereld, over erge dingen die gebeuren. En Stephen Hawking praatte over de mens. En toen zei hij letterlijk, wat zij hebben, zij is dan IS en Boko Haram en al dat tuig. Hij zei letterlijk, wat zij hebben, is één ding, dat is angst. Als wij angstig worden van dingen die zij doen of kunnen doen, zouden ze kunnen winnen. En daarna zei Stephen Hawking tegen jullie, wat wij hebben, de mens. Hij zette dus de mens tegenover het tuig. En toen zei hij, wat wij hebben, de mens, empathie. En Stephen Hawking, die briljante geest, zei letterlijk tegen jullie allemaal, empathie is zo sterk, de sterkste kracht die we hebben, dat wij het uiteindelijk altijd zullen winnen van hun. Want die hebben maar één ding, en dat is angst. En ik vond dat een hoopgevende gedachte. Dat wij uiteindelijk kunnen winnen van de angst en de terreur, want wij hebben empathie. Elk moment weer. Ik ben Stephen Hawking ook niet gaan tegenspreken, dames en heren. Want daar houdt Stephen Hawking helemaal niet van, kan ik u vertellen. Nee, dat vindt hij niet fijn. Als je Stephen Hawking tegenspreekt, zet hij zijn karretje in zijn twee en gaat hij vol over je poot heen. Dus dat raad ik je af. Ik ben ervoor, ik ben voor empathie, ik ben voor de sterke kracht die wij in ons hebben. Er zijn dingen die wij niet begrijpen, probeer ze te begrijpen. Ja? Het gaat over empathie, over je inleven, het gaat ook over luisteren. Je hoeft niet eens te zijn, maar je kunt luisteren, het gesprek aangaan. Ik vind luisteren ook iets fantastisch. Ik heb er één probleem mee. Om te luisteren moet je zelf je mond houden. En dat vind ik gewoon heel zwaar. Dat vind ik heel zwaar. Maar ik voel deze avond in de veste, het kan. Ja? We hebben elkaar een beetje leren kennen. Ik durf het gewoon aan. Ik stel u gewoon een vraag. Ja? Die gaat over nu, over uw leven. Waar maak je je druk om? Gewoon op dit moment. Ja? Eind december, Delft, Nederland, de wereld. Waar maak je je druk om? Dat is de vraag. En ik luister. Waar maak je je druk om? Terreur. Terreur. En waarom? Wat zegt u? Omdat je nergens meer naartoe kan. Omdat je nergens meer naartoe kan. Nee, dan leef je in angst. Maar leeft u in angst omdat het kan gebeuren? Nee, ik leef niet in angst. U leeft niet in angst? Je houdt er wel rekening mee. Je houdt er rekening mee dat het kan gebeuren? Ja, en dan? Dan hoop je dat je niet op dat moment daar bent. Precies, dat ze een andere kerstmarkt uitzoeken. Ja, probeer het even. Ik vind het ook kut, laat het duidelijk zijn. Kunt u zich iets voorstellen? Ik weet hoe moeilijk het is. Kan je iets voorstellen bij mensen? Hoe zou ik het zeggen? Er zijn dus mensen die zich zo buitengesloten voelen bij misschien wel onze manier van leven of maatschappij, dat ze uiteindelijk bij zoiets verzeild raken. Dus bij terreur of bij IS of bij wat dan ook. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, ik denk dat wij aan de goede kant van de wereld geboren zijn. Dat wij aan de goede kant van de wereld zijn geboren. Althans wij, niet pijnhakker, maar echt Delft noemt. Ja, ik voel dat ook hoor. Nee, even niet over Delft, dat zou raar zijn. Nee, voor de duidelijkheid, ik vraag het omdat ik het zelf ook moeilijk vind. Ik zal proberen het uit te leggen. Je hebt dus mensen ook in dit land die voelen zich buitengesloten. Heeft soms met een kleur te maken, met een naam, met een geloof, met iets anders. En soms zeggen het terecht, soms niet, maar je weet dat het gebeurt. Er allerlei manieren van, weet je wel, onduidelijk racisme zijn en mensen krijgen minder kansen, dat is niet eerlijk. En je weet dat het gebeurt en je voelt je buitengesloten. Is het terecht? Ik weet het niet. Je had in Zaandam had je, op een bepaald moment had je hangturken. Toch? Maandlange hangturken. Ik schrik daar ook van, weet je wel. Die hingen bij de VOMAR. Terwijl, ja, VOMAR is voor Marokkanen. Dat vind ik heel verwarrend. Maar ik begrijp het ook niet helemaal, maar ik probeer het, hè, want daar sta ik hier voor. En er zijn dus mensen in dit land, een paar misschien, maar andere landen ook, en die sluiten zich uiteindelijk aan bij zo'n groep. Die voelen zich nergens bij horen, en zeker niet bij onze manier van leven. En dan komt er een moment dat iemand zegt, ik ga bij IS. Dat kan, ook in Nederland, weet je. En ik kan het ook niet, maar oké, dan ben je dus opeens wat je lid van IS. En dan hoor je ergens bij. Dat is wat het is, toch? En dan ben je lid van IS en dan krijg je natuurlijk een jackie met een logo. Dat is hartstikke mooi. Maar er komt een moment dat je als lid van IS ook iets moet gaan doen. Dan ben je lid voor, toch? En het kan zijn dat je zelfmoordterrorist bent, want dat blijkt dan in je cao te staan. Dat wist je niet, maar dat is wat je bent. Oké, weet je, nou goed, wel IS, weet je. Wat zou ik te denken? Stel je bent dus ja, IS-terrorist en je bent zelfmoordterrorist. Dus je wordt uitgezonden op opdracht en je wordt gestuurd naar Noordoost-Groningen. En dan blaas je jezelf op. En niemand die het merkt. Ja, dat vind ik grappig. Toch? Bijna.
Ja, het gaat lukken of hij is dood. Nou, laat ik het zo zeggen. Het lijkt me grappig dat er na 3 dagen een boer over de Groningse land loopt en zegt: godverdomme, een gat in de grond, what the fuck? En dan hoort hij net uit de bodem van dat gat, hoort hij: Allah el ach, ik dacht het niet, vriend. Afdekken en nooit meer over praten. Dankjewel. Zijn er nog andere dingen waar je druk om maakt? Zijn er dingen waar je druk om maakt? Dat kan, hè? Die begrijp ik. Andere dingen? Klimaat. Wat zegt u? Het leed van kinderen. En waarom behandelt u ze dan niet beter? U bedoelt gewoon kinderen in het algemeen. Niet uw kinderen. Ho, 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 even een gesprek met een vrouw, hè? Normaal moet ik daarvoor betalen. Wat zei mevrouw? Juist, u zegt kinderen ervaren leed omdat wij als volwassenen gewelddadig zijn. En dat kan op alle plekken zijn, de beelden die we zien op tv. En op andere plekken kinderen slachtoffers zijn van onze nou ja, ideeën en politiek en shit. Ja, dat is wat het is. En er zijn geen simpele oplossingen hoor. Kunnen wij daar iets aan doen? Is daar iets om aan te doen, los van dat wij zelf misschien als land kinderen kunnen opvangen en zeggen: oké, kom maar binnen? Dat is ook niet makkelijk. Dit is wat het is. Uiteindelijk gaat het over politieke belangen. We hebben de afgelopen weken en maanden beelden gezien uit Syrië, uit Irak, waar wij gewoon per definitie niet bij kunnen. Je mag best tegen elkaar strijden, zelfs oorlog voeren, maar liever niet. Maar wat daar gebeurt, je denkt dat uiteindelijk politieke belangen, en er worden hele steden, hele dorpen, hele gebieden gebombardeerd van ja, ze deugen niet, want de rebellen zitten ook daar. Dat cynisme kunnen wij gewoon niet bij. Dus als kinderen slachtoffers zijn, maak je het erger, dat klopt. Andere dingen, waar maak je druk om? Waar maak je druk om? Klimaat. Klimaat? In de zaal of echt ook gewoon het hele... Nee, soms als je dicht bij Henk zit en je denkt, doe maar wat frisse lucht, maar u... Henk doet de montage, dus al die grapjes gaan eruit. Dat komt helemaal, ja, draaien we helemaal om. Maar wat is er met het klimaat? CO2-uitstoot. En de klimaatverandering? Van de hele wereld. Juist. Maar voor de duidelijkheid, u heeft het niet gevolgd. Die bestaat niet echt, klimaatverandering. Die hebben de Chinezen bedacht om de Amerikaanse economie te schaden. Kunnen wij daar iets aan doen? Ik bedoel, het gebeurt, het verandert. Kunnen wij daar iets aan doen? Wat zegt u? Gaan lopen naar huis. Nou, ga dan. Ik geloof dat je ex-vrouw daar zit. Het is een hele andere avond dan ik verwacht, maar u kunt gaan lopen naar huis. Goed idee. En u... Zij gaat naar de nieuwe vriend. Ja, dat wordt heel pijnlijk nu. Maar dat vind ik ook erg, maar dat is gewoon een beter klimaat. Wat een hele persoonlijke avond zo, voel je? Dank u wel, ik maak me ook druk, laat het duidelijk zijn hoor. Ik hoorde Edith Schippers, laat ik even over Edith Schippers. Kent u Edith Schippers? Nummer 2 van de VVD, is echt een heel sterke vrouw. En die zei letterlijk tegen u allemaal, onze cultuur is de sterkste cultuur van alle culturen. Nou, als zij dat zegt, is dat waar toch? Want dat heeft ze niet zelf geschreven. Dus het is waar. En nee, dat was niet echt comedy, maar wel. En dan zeg je, oké, onze cultuur is de sterkste cultuur. Dat vind ik wel een geruststellende gedachte, toch? Het enige wat ik me afvraag is, wat is nou onze cultuur? Op dit moment, hè? Wat is onze cultuur? Ik herinner me nog, ja, Elfstedentocht was onze cultuur. Maar dat gaat niet meer gebeuren, omdat jij gewoon ja, niet genoeg naar huis loopt. Toch? Nou, in mijn jeugd, uw jeugd ook, onze cultuur was juichen voor Oranje. Nou, dus de eerste komende 10, 15 jaar is daar geen enkele sprake van. En trouwens ook niet voor het voetbalelftal. Wat ik bedoel is... Heel goed, ja, jullie zijn scherp, heel goed. Ik hoorde Willem-Alexander, die heeft problemen met een boot, die kost zoveel miljoen, dat is de groene draak. Waarom noem je een boot naar je moeder? Ik begrijp dat niet. Dames en heren. Speciaal voor jullie. Wat ik wou vertellen, onze cultuur is de sterkste. Het enige wat overblijft in dit land, volgens mij, is carnaval. En carnaval is als in het zuiden van het land bewijzen dat je echt geen asielzoekers nodig hebt om een vreemde wijven te zitten. Nou, waar ik voor... Heel veel spanning. Waar ik voor ben... Waar ik voor ben is dit. Ja, ik heb hem. Waar ik voor ben... Het is een Limburger. Ik heb het in één keer door. Nee, dat hoeft niet. Het kan ook gewoon een import zijn. Ik ben ervoor om onze cultuur wel op niveau te houden. En dat kan. Dat is uitvoerbaar. Waar ik voor ben, heel simpel, is iedereen die vanuit Limburg de beschaving wil binnenrijden, die even te controleren. Ja? U kent misschien Donald Trump. Ja? Donald Trump zegt dingen als... We're gonna build a wall. Wat zei hij nou? We're gonna build a wall. We're gonna build a wall. Oh! En daarna zei hij, and the Mexicans are gonna pay for it. But they don't know it yet. Ja, op die manier krijg je elke begroting rond, toch? Dat zijn ideeën van Donald Trump. Wat ik voor ben, is uitvoerbare ideeën. Ik wil gewoon iedereen uit Limburg even controleren op niveau. Kijk me verbaasd aan. Hoe gaan we dat doen, Dolf? Heel simpel.
Iedereen die op de A2 in noordelijke richting rijdt, hou je bij Weert even tegen. Even op de vluchtstrook. 3 simpele vragen. Vraag 1, hoe heet je? Vraag 2, heb je vraag 1 begrepen? Vraag 3, waarom niet? Nou, dan weet je genoeg. Zo simpel. Ik durf het haast niet te vragen, maar zijn er nog meer dingen waar je druk om maakt? Want dit begrijp ik, hè? Klimaat. Andere dingen? Dit is waar Delft je druk om maakt. Stukje terreur, paar kinderen, klimaat. Wat zegt u? Sociale misstanden. Bam, u pakt gewoon het hele spectrum in één keer. Bam! Sociale misstanden. Weet je wat ik een misstand vind? Dat er een stoel op de eerste rij vrij is. Dat vind ik een misstand. Kunt u me één voorbeeld doen van een sociale misstand waar u zich druk om maakt? Grote inkomstenverschillen, dat vind ik ook een schande. Dat meen ik serieus. Dat er nog steeds bankdirecteuren zijn die meer verdienen dan ik. Ik begrijp wat u bedoelt. Je zou kunnen zeggen, in een sociaal land zouden die verschillen kleiner kunnen zijn. Dat zou mooi zijn. Hoe gaan we dat doen? Sociale revolutie. Sociale revolutie. Ja. Hier al, ik heb gewoon communistisch Delft heb ik gewoon in de aanzien. Ik wist niet eens dat jullie nog leefden. Ik ben het met u eens. We gaan het erover hebben. Hoe we dat gaan doen, weet ik niet. Maar dit kan, hè. Inkomensverschillen kleiner. Bam, natuurlijk wel. Ik maak me ook druk om. Er is nog één ding waar ik me druk om maak. Ik heb het over Trump die vreselijke dingen zegt en die gewoon president wordt. Ik herinner me dat ik over Trump begon. Ik denk 1,5 jaar geleden. En u kende Trump niet of een beetje van tv. Was toch een man met een oranje gezicht. Afgedekt met een dode cavia. En eigenlijk was Donald Trump de eerste horrorclown. Als je er zo naar kijkt. En dat is kut voor Bassie, maar dat maakt me niet uit. Dames en heren, Donald Trump die zegt vreselijke dingen over een groep in de maatschappij, over moslims, over zwarten, over anderen. Hij komt ermee weg. Zeker nog, hij wordt misschien president, als het even zo doorgaat. En ik maak me daar druk op. Weet je wat u zegt, heeft met sociale ongelijkheid te maken, met inkomens en wat ik net zei, mensen die zich buitengesloten voelen, mensen met een bepaalde kleur die lastig hebben, mensen met een andere kleur. Het is allemaal waar. Het ergste dat hij in dit land ongeveer meemaakte tot nu toe, dus ze weten, Mitch Henriquez die het niet overleefde, dat hij gearresteerd werd. En ken je Typhoon? Typhoon ken je? Ja, Typhoon is een buddy van mij, is een goede vriend van mij, althans vind ik. En u weet dat Typhoon er vanavond bij zou zijn. Maar hij is helaas onderweg een aantal keren aangehouden. Dus ja, maar goed, er is nog een... Wat ik wou vertellen is dit. Ik heb hier, dat is heel raar, maar het is echt waar. Ik heb hier het justitierapport van de aanhouding van Typhoon. Ik heb namelijk vrij veel contacten met een voormalige minister van Veiligheid en Justitie. En Typhoon werd aangehouden en dit is het rapport met zijn naam, Glenn de Randemie, zo heet hij, Glenn de Randemie. Een plek, een datum, een tijdstip. En daar zat er een code, dat is gewoon een officiële justitiecode die in dit land geldt. Dat wist ik ook niet. Die code was, aanhouding, Typhoon GAMDH. En dat betekent, ik verzin het niet, grote auto met donkere huidskleur. Ja? Had ik het maar verzonnen. Dat is de code, jongens. Ik ben 1 keer in mijn leven aangehouden, die heb ik ook even opgezocht. Mijn code was BLMGF. Dat staat voor bleke loser met gammele fiets. Dat is mijn code, hè? Waarom is dat dan grappiger? Er stond tussen haakjes bij ZTZVJG. Dat staat voor zo te zien van junk gekocht. Dat is gewoon mijn code, hè? Met zo'n kleine asterisk. Er staat ook bij MDKI BNIHG ZZG. Maar dat kan niet. Bij nader inzien heel goed zelf zijn geweest. Haal het toch op, zeg. Oké, ik ga wat proberen. Hele speciale avond. Voor mij is zelfs altijd speciaal, maar vanavond helemaal. We gaan even iets proberen. U volgt de feiten, ik ook. En ik heb het idee dat we daarmee op moeten houden. Het is gewoon een gelopen strijd. Ja? Mijn idee is, hou daarmee op. Loop niet langer achter de feiten aan. Eigenlijk wil ik zeggen, onder het motto fuck de feiten, is het even tijd voor een stukje ongenuanceerde comedy. Simpel gezegd, wat jullie doen is achter de feiten aanlopen. En ik vind het goed, maar ik zou zeggen, hou daarmee op. Misschien volg je wel eens voetbal, dat je een favoriet team hebt. Die staan met rust met 4-0 achter. Dan zegt de coach na afloop dat ze 6-0 verliezen. Wij liepen een beetje achter de feiten aan. En dat is wat jullie doen, elke dag weer. En maar lezen en maar dingen vinden. Je loopt achter de feiten aan. Dat betekent 6-0 verliezen, rechterrijtje, Jupiler League. Voor je het weet komt er een Chinees die heet Wang en dan ben je kansloos. Nou, wat ik wou vertellen is dit. Hou daarmee op. Geen feiten. Ga voor een gevoel. Ik zal uitleggen waarom. Ik hoorde in Amerika Newt Gingrich, een belangrijk politicus, en die zei letterlijk tegen de Amerikanen, feiten, dat is ook maar een mening. En gevoel, dat is wel echt. Ik zal het uitleggen. Dames en heren, je kijkt om je heen in de wereld. Je maakt je druk over een aantal dingen. Ik noem bijvoorbeeld, je hebt asielzoekers. Mag ook vluchtelingen zeggen. Het zijn meestal jonge mannen in de kracht van hun leven. Ze hebben vaak een tintje. Ze komen uit een land dat niet meer bestaat vanwege oorlog. Ze hebben geen werk, geen toekomst, geen heden, geen verleden, geen gezin, geen familie. Ze hebben al een jaar geen vrouw van dichtbij gezien.
En ze zijn met heel veel. Al die vluchtelingen kunnen wij natuurlijk in dit land binnenlaten. Dat kunnen we doen. Maar we zouden het ook niet kunnen doen. En dat is heel gek. Maar dat zegt mijn gevoel, laat het gewoon niet doen. Voel je de ruimte? Nog niet, hè? Ik leg het uit. Je mag namelijk kiezen. Je mag kiezen, wel of niet. Stel, je mag kiezen voor een huisdier. Maar de keuze is of een levensgevaarlijke krokodil met zulke tanden en een besmettelijke ziekte. Of een kleine manke poedel met één oog. Dat is heel gek, maar dan gaat mijn gevoel... Woehoe, daar ga je al, voel je wel? Voel je de ruimte? Ga op gevoel, fuck de feiten. Ik kijk omheen. In de wereld, in dit land, in deze regio. Wat zie ik de afgelopen 2 jaar? Zal ik jullie vertellen. Mamils. Dolf, wat zijn mamils? Dat is een afkorting. Middle-aged man in lycra suits. Dat zijn eigenlijk mannen met uw postuur. Die met enige moeite hun iets te dikke reet in een lycra broekje hebben weten te persen. Om daarna in groepsverband op een racefiets over de fietspaden te stuiven. Allemaal, opzij, opzij. Op de pedalen, scroten heen en weer. Ik word er niet blij van. Ze denken dat ze Tom die fucking Moulin zijn, maar ze rijden als Vincent Bijlo. Afijn, komt allemaal aan. Op mijn fietspad van mijn belastingcenten aangelegd. Ja, het is echt geen toeval dat in het Engels psychopath en psychopath hetzelfde woord zijn. Dames en heren, het wordt nog erger. Nee, wel waar. Tegenwoordig heb je die e-bike. Die e-bike betekent je hebt geen hartslag van jezelf, maar je kan toch 30 km per uur. Ik vind het allemaal goed, hè? Maar als er een groepje e-bikers aankomt, gooi ik altijd mijn autodeur open, ze knallen er vol tegenaan. En dan maar hopen dat ze jong genoeg zijn om de organen nog te gebruiken. Zelf rij ik auto, vind ik gewoon heel lekker, opwindend ook. Ik heb een auto, ik rij altijd 130 km per uur. Dan zal jij zeggen, het klimaat dan? Fuck het klimaat. Ik rij 130, dan rij je harder, ben je eerder thuis, minder uitstoot. Dames en heren. Ik rijd de ringweg. We gaan de ringweg doorheen, altijd door dezelfde buurt, inderdaad de volksbuurt. Wat doen ze in de volksbuurt? 2 dingen, roken en barbecuen. Die mensen zijn blij met fijnstof, krijgen ze weer een ander soort kanker. Nou, voel je hoe lekker het is? Nog niet, hè? Ik ga door. Dames en heren, afgelopen zomer had je vrij veel sport op tv. Voor onze belastingcentrum mocht de Olympische ploeg naar Rio de fucking Janeiro. Ik gun ze van alles, onder leiding van Maurits Hendricks, gingen ze lekker sporten. Behalve natuurlijk Yuri. Gelder, want die had 6 biertjes gedronken voor de finale. Die kon gelijk weer naar huis. Voor de duidelijkheid, ik zou zonder 6 biertjes niet eens in de buurt van de ringen durven komen. Maar Yuri moest naar huis. Dames en heren, ze mogen de sporten op onze kosten en dan via trainen. Althans, via trainen. 2 keer per dag trainen. De rest van de dag lekker met je dikke reet op een oranje badhanddoek. En dan mag je naar Rio de Janeiro. En dan ga je voor een medaille. Toch? Dat lijkt me duidelijk. Een aantal won ook een medaille. Hartstikke fijn. Dan winnen medaille. Dan kreeg je een huk van Maxima. Een hand van dikke Willem. Mark Rutte komt langs met een lintje. En wij werden uitgenodigd naar de RAI. Dat is een crematorium in Amsterdam-Zuid. Om ze te verwelkomen. Hallo, wij hebben het betaald. Ja? Laat ze 1 voor 1 bij ons langskomen om ons te bedanken. Dat lijkt me redelijk. Ja, tief toch net op. Het wordt nog erger. Er waren ook atleten die hadden geen medaille. Van mijn belastingcenten. Wel naar Rio en dan geen medaille. En die moesten naar huis. Met de losersvlucht. Wow. De Telegraaf was te klein voor de ophef. De losersvlucht. Voor de duidelijkheid, je hebt dus geen medaille gewonnen. Ik zou zeggen, wees blij dat je met een vliegtuig naar huis mag. Ja toch? Ik zou ook kunnen zeggen, je hebt geen medaille. Het is heel simpel, vriend. Dit is de Copacabana, dat is de oceaan. En nou zwemmen, of getiefd, ik hoop je nooit meer te zien. Ja toch? Ranomi, Chromo, wie, denk je helemaal dat je bent? Zonder je medaille, met je rare naam. Je houdt ons over zwemmen. Nou, lekker zwemmen, kreng. Hoppa. See you in Tokyo. Kijk nou. Jeroen Dubbeldam met zijn paard, Zenit. Sorry. Ik bedoel zeepaard. Nou, hij zwemt al, jij erachteraan met je rare mutsje. Ik hoop dat je verzuipt, Jeroen. Hé, kijk nou. Dit hebben we Epke Zonderland. Epke zonder medaille, zou je bedoelen. Dames en heren, Epke gaat ook zwemmen. Waar gaat hij heen? Inderdaad, vriend. Helemaal naar Friesland. Tot aan de bonkenvaart. En dan kunnen we natuurlijk een renningsboei achteraan gooien. Maar die zal ook weer door je vingertoppen heen glippen. Voel je hoe lekker? Nog niet. Oké. Als je ongenuanceerd bent, dan kan je vrouwen niet overslaan. Ik sla vrouwen nooit over. Onderzoek van het AMC in Amsterdam, daaruit blijkt... lesbische vrouwen hebben meer orgasmes dan hetero vrouwen. Nou, niet met mij. Wat mij om gaat, is je bent een lesbische vrouw. Dan ben je al dubbel gehandicapt. Moet je helemaal naar het AMC met de tyfusmetro, al die stinkende pubers. Kom je naar het AMC, moet je naar die dokter toe, ben je lesbisch. Ja, gisteren klaargekomen, 2 keer. En nou weer terug. Ja, dat is je leven, hè? Lesbische vrouwen blijken seks te hebben met, je verzint het niet... andere lesbische vrouwen. Ja, dan kan ik het ook, want die weten de weg. Althans, daar wel. Wat mij om gaat, is uit onderzoek blijkt... lesbische seks duurt gemiddeld, let op, 1 uur. En heteroseks maximaal 1/2 uur. Jazeker, lesbische seks duurt 1 uur. Ja, die hebben al een part-time werk, dan kan ik het ook. Flikker op, zeg hé. Heteroseks duurt... Ik zei tegen een vriend van mij, weet je dat heteroseks 1/2 uur duurt? Hij zegt, is het inclusief zijn taxi naar huis?
Waar het mij om gaat, ga voor gevoel. U bent een fantastisch publiek, dankjewel. Er zijn momenten, althans ik heb zo'n moment ook wel, ik volg het jaar, ik maak een voorstelling, ik vind dingen van dingen en zo. Maar er zijn momenten die je kent, ik heb het zeker, dat je soms denkt nu even niet. Ook deze week is er zo'n week dat je eigenlijk niet wil weten wat er allemaal gebeurt. En eigenlijk de afgelopen week ook een aantal keer. En er zijn momenten, misschien dat je het herkent, dat je denkt van nu even niet, daar bedoel ik mee. Dat je even geen krant, even geen internet, even geen tv, dat je gewoon even rust wil. Ik noem het even rust. Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag. Als je zo'n moment hebt, een uurtje, een dag, een weekend, dat je denkt van nu even niet. Even niet het wereldleed, even niet die ellende, even niet de klimaatverandering en de kinderen en Friesland. Dat je denkt, even geen ellende. Dat is de vraag. Wat doe je, wat doen jullie, als je even rust wil? Wat doe je als je even rust wil? Dat is de vraag. Gewoon even rust, wat doe je dan? Wat zegt u? Je telefoon uit, want dan komt er niks binnen. Prachtig. Heb je trouwens nu je telefoon uit? Ik vraag het namelijk Henk, want je stoort op de installatie. Maar ik begrijp het, gewoon even niks. Dankjewel. Andere dingen, wat doe je? Wat ik begrijp ik. Gewoon even niks. Rust. Anders, wat doe je? Carcassonne spelen. Wat zeg je? Carcassonne spelen. Carcassonne spelen. Ik weet precies wat het is, maar even voor de mensen. Wat is... Carcassonne klinkt mij als een huisziekte op een hele vervelende plek. Dat je bij de dokter komt, ik heb blaasjes. Ja, carcassonne, ik heb wel zelf. Maar wat is... Dat is een woordspel. Wat zegt u? Een bordspel. En mag ik vragen, hoe oud bent u? 69. U bent 69? Ja. Oké. Ik had het u helemaal niet ingeschat. Voor de duidelijkheid, ik zie u niet, ik zie alleen u en heb ik mijn hand ook meer dan vol aan. Maar u bent 9 en u speelt Carcassonne. Ja. En dan wordt u rustig. Ja. En speelt u dat met iemand of is dat een... Met mijn man. Met uw man. Ik heb hem nog niet gehoord. Vindt hij het ook leuk of... Je ziet iemand hier toch godverdomme gaai. Ja. Ik moet even denken aan Wim de Wie. Ik wil geen Carcassonne spelen. Ik wil op vakantie met een lekker wijf. Maar daar word ik voor behandeld. Dank u wel, ik heb een prachtig beeld. Zijn er nog andere dingen? Want dit begrijp ik. Even je telefoon uit. Carcassonne spelen. Wat zegt u? Naar huis toe lopen. Naar huis toe lopen. Je broer zit daar, vriend. Ik weet niet waarom jullie over de zaak verspreiden. Maar dat zal iets te maken hebben met ruzie en de komende kerstdagen. Dank u wel. Zijn er nog andere dingen? U wilt rust gewoon. En wat wil je als je even rust wil? Even niks. Wat doe je? Lezen. Lezen. Wat leest u? Boeken. Oh, toch wel. Ja. Wow. Nou. Ja, ik schrik ook, hè. Maar je hebt heel vaak mensen theebladeren, ingewanden. Boeken, dat kan je ook. Het voordeel van boeken in vergelijking met bijvoorbeeld theebladen is als je een tafel hebt die wankel staat, kan je hem eronder schuiven. Zijn er nog andere dingen? Als je dit terugziet is heel grappig. Zijn er nog andere dingen? Zijn er nog andere dingen die jullie doen? Dit begrijp ik allemaal. Lezen. Carcassonne. Andere dingen? Wat zegt u? Nee? Tuinieren? Wij beginnen eens even op één lijn te zitten. Dat is echt waar. Ik ken deze vrouw niet. Echt, maar ik ben zelf niet, ik heb niet echt groene vingers. Maar als ik rust wil, dan ga ik tuinieren. En u kijkt nu maar, wow, Dolf, wat persoonlijk. Dat is echt waar. Ik heb nou tuin, ik heb een landgoed. En wat ik doe, echt waar. Ik heb heel veel gras. En er is een vrouw in mijn omgeving die zegt, Maaie Kreng, dat is mijn vrouw. En het is heel loser, want ik word ook rustig. Dan ga ik maaien. En ik heb zo maaien waar je achterloopt. Ik weet, dat voel je echt een man, toch? Heb ik wel. Dat je echt denkt, wow, toch? Maar ik heb een vrij grote, ja, ik heb heel veel gras. En ik heb een vrij snel werkend hoofd, heeft u misschien gemerkt. En ik heb meestal een baantje of vier al dat ik denk van, wow, weet je wel. Dan ga ik toch weer denken, dan moet je hebben. Maar ja, als de keuze is tussen doormaaien of Carcassonne, dan maai je door. Ik maai gewoon door. En... Ik ben niet echt rustig. Na 6 baantjes dacht ik moet mezelf afleiden. Toen had ik bedacht wat ik kan doen in mijn carcassonne. Ik kan er een hakenkruis in maaien. Ik vond het zelf heel grappig. Mijn vrouw niet. Althans, ze kwam woedend naar buiten stormen. Dat kan toch niet? Ik zeg, jij terug achter die boekenkast. Want ze is gek op lezen. Ik ga even wat anders doen. Dames en heren, wat ik doe in waar ik woon in Oudekerk. Dat kent u misschien, Oudekerk aan de Amstel. Hele swingende jonge gemeente. En u kent het duidelijk niet. En
En verder oké, er wonen heel veel mensen zoals ik, artiesten, drugsgebruikers en profielrenners die gewoon op een racefiets met een infuus eraan bij een bordeel naar binnen rijden. Ja. Dames en heren, wat ik wou vertellen is dit. Ik woon in Ouderkerk en dat is oké, niks aan de hand. En verderop is Amstelveen. En misschien dat u Amstelveen wel kent. Amstelveen is toch een wat oudere gemeente. Wij zijn heel jong, dynamisch en swingend. En Amstelveen is met alle respect een oudere gemeente. Als u even om zich heen kijkt, en dan nog ouder. Dus dat is wat het is. En ik heb daar respect voor. Weet je, ik heb daar echt respect voor. En ik vind het ook fantastisch dat u er bent, ook in alle leeftijdscategorieën. Laat dat duidelijk zijn. Ja. En ik zou nog graag een jonger publiek trekken. Dat is heel moeilijk in theater, dat weet u misschien. En dan heb ik overlegd met mijn marketingafdeling. Hoe trek ik een nog jonger publiek? En dan zeggen ze, dat is heel ingewikkeld. Het enige wat je kan doen, Dolf, zeiden ze. Het enige wat je kan doen is het gerucht verspreiden. Dat er op je podium een tweetal zeldzame Pokémons te vinden zijn. Dat schijnen ze massaal. Maar ja goed, kinderen onder de 14, dat kan natuurlijk niet in één ruimte met Henk vanwege justitie. Dat is heel lastig. Nee, want dan ga je ze enkel mond horen. Wat mij om gaat... Ik heb trouwens wel de hele tour. Heb ik twee Pokémons bij me. Vanavond heb ik Pikachu heb ik bij me. Pikachu. En Squirtle. Het zegt mij ook niks, maar het is een Pokémon. Squirtle. Het klinkt als iets wat een vrouw kan als je echt je best doet. Maar het is toch... Ik zie nu een aantal vrouwen naar haar man kijken. Het kan dus wel, hè? Ja. Het is eigenlijk de keuze of Squirtle of Carcassonne. Dames en heren, wat ik wou vertellen is... ik weet het. Ik ga naar Amstelveen. Ik leg ook uit waarom. Het is een oudere gemeente, VVD-gemeente, maar die hebben een AZC. En ik vind dat echt stoer. Dat je zo'n gemeente bent met een overdekt winkelcentrum, puur voor de was- en watergolf. En dat je toch een AZC hebt. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik denk een maand of 4 geleden. En ik kom in een ruimte, misschien kent u die AZC's misschien niet. Dan kom je in een ruimte waar mensen zitten uit Syrië en Irak. Er zitten er ongeveer 400. Ja? Een jaar, anderhalf jaar. En u kent de beelden. Die mensen komen daar vandaan. En wat wij kunnen zeggen als land, wat u over de kinderen zei, we vangen ze op en daarna kijken we wel. En dat doen wij. Ook hier. Ja? Amstelveen, ik kom daar, ik kom in een zaaltje, u kent die zaaltjes, systeemplafond, waar ze met TL-licht werkelijk alle sfeer hadden uitgeramd. Heel goed, Henk, je bent verdomde goed bezig, vriend. Dit is... Voelt u de sfeer? Oké, we zijn er bijna. U leeft zich nu in. U bent 24 asielzoekers uit Syrië en Irak. Ja? En één uit Denemarken. Je kon de overheersing van Legoland niet langer aan. Ik ga tegen u praten. Heb ik gedaan 4 maanden geleden. Ik praatte tegen u over deze wereld, over Nederland en vooral over de politiek. Politiek in dit land. Want als je de politiek begrijpt, kun je aanhaken. Ik praat tegen u als asielzoekers in het Engels. Ik praat Engels, want u bent de Nederlandse taal nog niet machtig. Geef niks. Engels, want ik spreek Engels. Ik heb Ierse roots. Dat heet daar carrots. Listen now. I will try to explain to you how it works here. Politics. We had a justice minister called Ivo Onstilts. He could talk for hours and hours and hours and still be in his first sentence. But anyway, Ivo got into trouble because he lost a little receipt. Bonnetje. And he hadn't the clue what was on it. Which in his case sounded like... Because Ivo felt that the second room of the parliament were gonna put his liberal balls on the chopping block. He needed advice of somebody who knew how to get him out of the crazy mess. So he called Art. You don't know Art yet, but you will. You will. Art is big guy with ugly orange tie living in a small castle, Art van der Steur. In some countries, as you know, the Steur pushes out expensive little eggs called caviar. In this country, it's mainly bullshit coming out of the Steur. Art wrote a letter for Ivo, but Ivo got sacked anyway. After which things got a bit weirder still. Because as we are a civilized country, we needed a new justice minister as soon as possible, and you're not gonna believe this? They called Art the bullshitter. He bought a new tie as ugly as the previous one, and he got the job. Us knows us. In his work, Ivo op Telten was helped, of course, by crime fighter Freddy Bitches.
Teven. Ik kan de grappen niet simpeler maken dan dit, jongens. Jullie beginnen echt af te dalen naar een niveautje, nou, try-out in Brabant. Terug naar het verhaal. Crime fighter Freddy Bitches. Who still says I've not done anything wrong ever. And we do exactly the same again today. His wife, Mrs. Bitches. Supposedly said, if I had known how my life would go, I would have done a few things quite differently, thank you very. But that's a private matter. So all we can do is remember in our daily prayers the woman who wakes up every morning next to the giant hairy body of the crime fighter. I forgot to tell you that the crime fighter, who got to be the under minister of justice and the assistant of Ivo, was the same guy who had given the 4 million guilders to the drugs dealer in the first place. You are not gonna believe this. We are actually talking about a little receipt that Freddy Bitches had written when he gave a known drugs dealer a few million guilders tax-free when he was still a prosecutor, little mouth shut, for which nobody could tell what we got back. Because what happens in the little backrooms of The Hague stays in the little backrooms of The Hague. Op dit moment kwam er enige onrust in mijn klasje. Ik voel het nu ook gebeuren, hè? U leeft zich in. 24 paar donkere ogen keken mij verbijsterd aan. En Bo uit Kopenhagen was in slaap gevallen. Hij snurkte met een streepje door de oog. In the same week that this played out, there was another minister called Kamp. And he was told by parliament to never ever allow gas drilling in one of the most beautiful spots of the country, which he just did anyway. Because as he said, we are no banana republic. This is the same guy who used his private Gmail account for matters of the state. Because he said, that's easier for me. This is Henk Kamp. You know the password of Henk Kamp? It was Kamp Henk. So, the Minister of Justice made excuses for not informing the second room of the parliament about what he did as a member of the second room, in that way helping out the Minister of Justice, which he himself now was and is. Are there any questions? En op dat moment, ongelogen, zie ik op de vierde rij een Irakees opstaan. Hij haalt diep adem, maar hij kwam er gewoon niet tussen. Mijn hand verslaat de wekker elke ochtend. Ik word wakker, maar mijn droom is nog niet klaar. Met ogen open, wilde haren, kan ik nauwelijks verklaren waar ik was, waarom, met wie. Wat deed ik daar? Was er een boodschap? En zo ja, hoe vind ik haar? En dan sta ik in de verte met een beker groene thee. Mijn hoofd gevuld met spijt die nooit verdween. Dat de man hier tegenover jou niet de som van dromen is. Maar ze hebben hoop ik wel wat gemeen. Liefde valt je aan en geeft zich over. Het zijn de zinnen die ik zeg dat zij ze hoort. Ik kan beloven, ik verander. Maar voor mezelf, niet voor een ander. Ik weet, als vertrouwen echt is, gaat ze schuil in ieder woord. Ik speelde veel te vaak de onschuld, maar vermoord. Dus ik deelde mijn geheimen met geen mens, niet eens mezelf. En nu fluister ik haar toe, mijn hart als steen, dat de man die ik zo wilde zijn, niet de man is die ik was. Maar ze hebben hoop ik wel wat gemeen. Soms ben ik man met microfoon, wanhopig, wachtend op een zin die niet verschijnt. Ik vind alles van alles, maar het is alleen maar ballast. Want ik weet, hoe meer mijn woordenstroom verkleint, hoe meer ik kom tot dat wat nooit verdwijnt. En dat is, dat wat ze noemen echte liefde, onvindbaar is, dan is ze er ineens. Ik ben niet wie ik ben door jou en ook niet andersom. Maar we hebben denk ik zoveel gemeen. Ik weet, we hebben zoveel gemeen. Dankjewel. Soms kan je dingen alleen maar in een gedicht zeggen of met mensen delen. Het gedicht ging uiteindelijk over mezelf, maar twee regels gingen over wat ik al 26 jaar doe. Die regels heb je gehoord, die luiden. Ik vind van alles, maar het is alleen maar ballast. En volgens mij is dat ook waar in de zin van het is uiteindelijk wat ik doe, wat ik leuk vind en wat ik elk jaar wil doen. En stukken schrijven, een column en een tweet en een voorstelling. Maar ik heb het idee dat we in een tijd leven dat steeds ingewikkelder wordt. Je kan wel nog meer mening toevoegen, nog een stuk schrijven, een ingezonden brief of zelfs de sociale revolutie prediken, waar ik op zich niet tegen ben. Maar ik heb het idee dat mensen op een gevoel gaan, niet op feiten, dat het steeds ingewikkelder wordt. Ik heb het idee dat we leven in een tijd van verharding. En wat ik jullie wil vragen is, probeer even in je eigen hoofd te bedenken. Wat zou je daar zelf tegenover kunnen zetten? Ieder voor zich dus. Geen vraag met goede antwoorden. Ah nee, wat zou je zelf, ieder voor zich,
tegenover die verharding kunnen zetten. Ik heb het idee dat er dingen zijn en ik weet ze niet. Als ik erover nadenk, komt er weer 10 minuten materiaal. Maar volgens mij is dat niet. Dus ieder voor zich, denk even. Je ziet de verharding, je merkt het, politiek om je heen in de wereld. Wat kun je daar eigenlijk ieder voor zichzelf tegenover zetten? Denk daar even over na. En dan probeer ik ondertussen even stil te zijn. We hebben één voorstel in Limburg gespeeld, heb ik dit 26 minuten volgehouden. Topavond. Het gaat niet om een goed antwoord, het gaat om de gedachte dat je denkt dat misschien dat er wel iets is. Weet je wel, dat je het in je eigen hoofd hebt. En ik voel wat er nu gebeurt. We hebben nog een kwartiertje te gaan of zo. En omdat ik stil ben geweest, ruim een minuut, is lang hè, is lang. Dat je denkt, wow, je voelt de energie even wegstromen. Dat geeft niks, dat is logisch. Maar we gaan hem samen terughalen. We gaan samen energie terughalen, even staan, als iedereen even wil gaan staan. Gewoon iedereen staan, in deze houding. Gewoon in deze houding, probeer niemand te raken. We gaan samen de energie terughalen. Deze houding, en je gaat gewoon op mijn ritme mee. Let op, daar komt hij aan. Hoe! Hoe! Voel je wat er gebeurt? Ik vind het zo lekker dit. Het is de hakka. Ja, de hakka. Het was van de zomer een voetbaltoernooi waar alle Europese landen op één naam mochten meedoen. En maar je voelt de energie terugkomen toch? En als ik wel. Had ik al verteld van mijn gras maaien? Ik zal je vertellen wat er gebeurt. Ik ben mijn gras aan het maaien om rustig te worden. Want ik heb geen Carcassonne. Wat er gebeurt? Op 2/3 van mijn tuin, ik blaas mijn eigen grasmaaimachine op. En je denkt, dat kan niet. Ik wel. Wat er gebeurt is dit. Ik heb een grasmaaimachine met een reservoir voor het gras. En dat reservoir moet je leeg. Maar had niemand mij verteld? Als je het niet vertelt, dan duw ik door. Heb ik gedaan. Ik heb op 2/3 van de tuin. Ik heb echt ongelogen mijn grasmaaimachine opgeblazen. Dan zou je zeggen, is dat erg? Ik vond van niet. Een vrouw vond van wel. Maar, ik heb er een column over geschreven. Want als ik iets meemaak, is een column. Dat is mijn leven. En ik schrijf een column één keer in de maand voor Vroege Vogels. Misschien ken je dat? Vroege Vogels. En dat doe ik op zondagochtend, op het moment dat jij gewoon slaapt, doe ik een column. En die gaat over de natuur, groene vingers, klimaatverandering. Dus ik schrijf een column over het opblazen van een grasmaaimachine. En die heb ik uitgesproken met veel succes. En ik ben nu 1,5 jaar columnist, hartstikke leuk. En na een jaar columnist bij Vroege Vogels kreeg ik een cadeautje. En ik vind het altijd zo leuk als mensen iets kleins, gaat niet om, weet je, dat je iets krijgt van wow, te gek, weet je. En ik kreeg na een jaar columnist bij Vroege Vogels, kreeg ik als cadeautje voor in mijn tuin, kreeg ik een nestkastje. Dat is hartstikke leuk, toch? Hoe andere collega's krijgen, ja, 5 ton per jaar. En ik heb dan verschil moeten zijn. Dames en heren, ik heb nu een nestkastje wat echt leuk is. Maar er zit een cameraatje in. Want Vroege Vogels laten de natuur zien op internet. En dan kan je ergens een konijnenhol volgen of een hazenleger of een vossenwerk. Maar je kan dus ook, als je op vroegevogels.com/landgoeddolf kan je intikken. Dan zie je dus. En voor de duidelijkheid, hij filmt alleen in het nestkastje. Ik ben nooit thuis. Ik was laatst thuis en ik kreeg post. Ik denk, wow, ik kreeg post. Wat ik kreeg, ga ik jullie vertellen. Ik kreeg in de post een envelop van Halina Rijn. Die zei, deze is van Mark Rutte. Als je hem nog spreekt, ga je hem misschien teruggeven. Dat is zo blij. Ik heb nu, in mijn tuin heb ik een nestkastje en een cameraatje. Dan zou je zeggen, wat is het verhaal? Weet ik niet, maar ik ga me dan toch vragen stellen. Ik verwacht geen antwoorden, maar de vragen zijn van belang. Want ik vraag me af, hebben vogels recht op privacy? U vindt van wel? U hoeft niet te antwoorden, want het zijn ongeveer 150 vragen. Nee, niet zoveel, maar ik ga vrij snel. Dames en heren, ik vraag me ook af, hebben vogels rechten? Dat vind ik een belangrijke vraag. Hebben vogels rechten? Dan denkt u misschien van wel, maar de volgende vraag is dan natuurlijk, en planten? Hebben planten rechten? Denkt u dat rucola het leuk vindt om door een stamppot te worden gestapt? Om het een of andere dikke kok dat exquise vindt? Hoe spel je exquise? En waarom niet? Als een kok een gerecht volledig verklooit, maakt hij dan zijn exquises?
Zou u ook liever een andere ex kiezen? Nou, jij wel. Zei uw vader ook altijd, jij hebt niks te kiezen? Is uw vader wel uw vader? Weet uw moeder dat zeker? Weten wij niks zeker behalve geboorte, dood en te hoge belastingtarieven? Bent u 50 plus? Hoort u bij 50 plus? Is Henk Krols of gewoon enthousiast? Had Erdogan seks met een geit? Had Cameron seks met een big? Had Ruud Lubbers seks met alles in een hartslag? Heeft Mark Rutte seks? Als hij geen seks heeft, hoe komt hij dan elke dag zo enthousiast? Betekent een deo die 48 uur bescherming biedt eigenlijk dat je 2 dagen niet doucht? Douche pubers zo lang omdat ze smetvrees hebben of willen ze even geen gezeik van hun ouders? Plast u onder de douche? Plast u onder mijn douche? Wat doet u onder mijn douche? En wilt u daarmee ophouden? Weet Google alles van u? Wilt u dat wel? Accepteert u cookies? Gaat u akkoord met de algemene voorwaarden? Denkt u ook dat al uw e-mails worden gelezen? Wie zou dat doen dan? Zet u er ook wel eens voor de gein een hele ingewikkelde Arabische naam in? Is een moslim ooit spekkoper? Ja, dat is een vraag. Maar volgens mij om gaat. Je hebt allemaal een plek, je hebt allemaal een plek. Gelukkig heb je allemaal een plek hier vanavond, hartstikke goed. Weet je al niks aan de hand. Maar je hebt ook volgens mij een plek, ik denk jullie wel, waar je woont. Misschien hier vlakbij in Delft of een van die prachtige omringende gemeentes. Je hebt een huis, een straat waar je bijhoudt, een gemeenschap, een dorp, een stad, een land, hoor je bij. Weet je, onze cultuur, enfin, je hebt allemaal een plek. Dat is heel logisch. Maar als mens heb je ook allemaal een plek. En dat bedoel ik dit mee, elk mens heeft een plek. Dat is wie je bent. Wie jij bent, dat is je plek. Dat staat eigenlijk los van alles om je heen, van je ouders, van je partner, oh, van alles. Hè? Je hebt gewoon een plek. En dat is wie je bent. En voor sommigen is het meteen helemaal duidelijk, dit is wie ik ben, dat is mijn plek, klaar. En anderen, dat weet je, doen er veel langer over om uit te vinden, oh, wacht even. Het is mijn plek, ik mag deze plek innemen. Ja, je had het over kinderen, precies dat ding, weet je. Dat kinderen zich afvragen, wie ben ik en mag ik het zijn, enfin, kan even duren. Ik was een jongetje van 8, ik heb er vrij lang over gedaan om door te hebben, ik hoef niet constant naar mijn vader te kijken om te zien of het oké is. Ik wist niet wat mijn plek was. En uiteindelijk, na heel lang, kan je dat doorkrijgen. Maar je hebt allemaal een plek, dat is duidelijk. En de plek waar je woont, waar je bij hoort, dat is wie je bent. En dan heb ik het idee, simpel gezegd, als je plek wordt bedreigd, dus wie je bent, of waar je woont, je stad, je land, je cultuur. Als je plek wordt bedreigd, dan reageer je, denk ik altijd, aan angst en woede. De eerste twee emoties. Pff, angst en woede. En ik heb het idee, dat is mijn gedachte, als het je lukt om niet uit angst en woede te reageren, maar uit iets anders, gewoon iets anders, dan komt er ruimte. En als je om je heen kijkt, misschien in je eigen leven, mensen om je heen, maar zeker in de politiek, het gaat constant over angst en woede. Het heeft succes, ik weet het, maar je moet ook nadenken, waar gaat dat heen dan? Of gaat het überhaupt ergens heen? Het is angst en woede. En ik vind dat wij dat doen als er een aanslag is, weet je, Berlijn, Brussel, Nice, wat dan ook, dat wij angstig zijn, of zoals jij ook zei, dat je daar rekening mee houdt, dat je daarvan schrikt, dat je niet in angst wil leven, maar je voelt het wel, dat is volstrekt logisch. Maar ik heb het idee in de politiek dat je een stap verder moet zijn en na moet denken, wat betekent dit, die verantwoordelijkheid waar ik het over had. Ik zal één voorbeeld geven. Je weet die aanslagen, het voorjaar, vreselijk. En er was een moment, dat een van die aanslagen, ik weet niet meer welk, was 2 dagen voor Pasen. Toen zei Geert Wilders, dat noemen we 1 keer. Toen zei Wilders letterlijk tegen jullie, nu moeten de Nederlandse grenzen echt dicht. Dat is angst en woede. Nu moeten de grenzen echt dicht. Wat 2 dagen voor Pasen heel onverstandig is. Want dan kunnen die 600.000 Duitsers nooit meer terug. Dat is gewoon een heel slecht idee. Het gaat me niet om die ene man, hè. Het gaat erom dat je reageert op angst en woede en dat jij kan nadenken, betekent dat wat? Gaat het ergens heen? Want je weet wat er gebeurt na die aanslagen. We moeten grenzen dicht, mensen preventief oppakken, moskeeën sluiten, Korans afpakken, bombarderen. Wie wou je gaan bombarderen dan? Begrijp je? Dus ik voel de emotie wel, maar als het je lukt om iets anders te doen, dan komt er ruimte, denk ik echt. En nogmaals, het is lastig en het is moeilijk en je plek en zo. Als je plek wordt bedreigd, dat doet heel veel met je. Dat doet heel veel. Ik was een jaar of 8 en ik woon in Amsterdam. Vader, moeder, broer en ik. En we wonen in een oud huis. Misschien ken je die huizen, weet ik niet. We zijn in Amsterdam Centrum, oude huizen. Wij wonen op 3 hoog. Ja? En je hebt dan beneden heb je een voordeur, gewoon aan de straat. En daar heb je een trappenhuis met op elke verdieping weer een voordeur. En wij wonen 3 hoog, bovenste verdieping. En het is denk ik een zondag. Ik ben 8. Ik ben thuis, mijn broer is thuis, mijn ouders. En er is een man ons huis binnengedrongen. Althans, beneden is een man binnengedrongen.
En ik hoor hem nog schreeuwend en echt zo stampen de trap op. En ik volg dat geluid, ik ben een jongetje van 8 en ik schrik. En ik hoor hem verder lopen. Dus voorbij de eerste, voorbij de tweede, hij komt naar ons toe. Naar de derde. Ik vraag je af hoe is hij beneden binnengekomen? Ik weet het niet. Misschien heeft hij de deur ingetrapt. Misschien hing er wel een touwtje uit de brievenbus. Het is allemaal de schuld van Jan Terlouw. Wat mij omgaat, is dat hij komt. En ik hoor hem. En ik ben een jongetje van 8. En ik sta in, we hebben een gang. Ik sta hier, mijn broertje staat daar en mijn ouders. En die horen het ook. En deze man, ik zie voor me een hele grote man. Ik kon hem niet zien, hè. Schreeuwen. En die komt bij onze deur en die begint te beuken. En ik heb echt over beuken. Hard, bam, bam, en schoppen. Bam, en schreeuwen. En mijn vader, die schrikt net als ik. En die loopt naar die deur toe. En die probeert door die deur heen met die man te praten. Ik sta er vlakbij. Ik kijk naar mijn vader. Maar het lukte niet. Die man was, ik weet niet waarom, door het dolle heen. En ik zie elke avond als ik het vertel, zie ik letterlijk onze voordeur, die ik elke dag zag, zie ik in de sponning bewegen. Zo hard beukte die man tegen onze voordeur. En dat is onze plek. Mijn vader, die voelt, het gesprek is niet mogelijk. Mijn vader gaat fysiek de deur tegenhouden. Mijn vader heeft een iets steviger postuur dan ik, maar het houdt niet over. En die houdt die deur tegen. Mijn moeder belt ondertussen de politie, met zo'n oude telefoon met een lijntje erna. Mijn moeder belt de politie. Papa maakt ze contact. En ik sta te kijken. Mijn moeder geeft de telefoon aan mijn vader. Want over die tijd hebben we het. Mijn vader houdt de deur tegen en praat met de politie. En ik ben een jongetje, ik sta te kijken. En hij zegt ons adres en wat er aan de hand is. Hij zegt, je moet letterlijk. Hij zegt, je moet nu komen, want er staat hier een man mijn voordeur eruit te rammeien. Wat niet eens een woord is. Ja, nou misschien in Friesland, maar bij ons is dat geen woord, hè? Hij staat de voordeur eruit te rammeien. En die agent begrijpt noodsituatie. Er komen 2 wagens, 6 agenten. Binnen 10, 12 minuten zijn ze op de trap, pakken ze die man. Bleek een jongen van 26. Hij heet Nico. Hoe weet ik dat? Nico bleek een jongen te zijn die tot een jaar of 10 daarvoor, tot zijn 16e, 17e, met zijn ouders in ons huis woonde. Dat was hun huis. Daar woonden zij. En Nico was happy, niks aan de hand. Verhuisd. Een paar jaar later was hij 20, kreeg een psychose. 2 jaar later nog een. Nico was de weg volledig kwijt. Dingen in zijn hoofd die niet meer klopten. En op deze zondag besloot Nico, ik ga terug naar de enige plek in mijn leven waar ik gelukkig was en veilig. En dat was ons huis. En Nico die besluit, ik trap die deur eruit, want hier moet ik zijn. Ja? We hoorden later dat verhaal, mijn moeder was helemaal geëmotioneerd. Mijn moeder zei, als ze dat geweten hadden, dat het Nico was en dat, hadden we misschien de deur open kunnen doen, een kopje thee, een gesprek aangaan. Maar dat weet je niet, je hebt kinderen thuis, je weet het niet. Je weet het niet. Maar dat moment dat mijn vader die deur tegenhoudt met dat lichaam en die telefoon in zijn handen van mijn moeder, dat is het enige moment in mijn jeugd dat ik zeker wist, mijn ouders zullen mij beschermen. Dat was dat moment. Dus ik weet wat het betekent als je plek echt wordt bedreigd en wat het met je doet. Maar denk nu even aan je eigen leven. Minder erge dingen. Dingen die je overkomen. Dit jaar, volgend jaar, mensen zijn boos op je ruzie, op je werk, andere shit. En je voelt, toch? Je wil meteen voldoen. Als het je lukt om je ego opzij te zetten en iets anders te doen dan angst en woede, komt er ruimte. Stel, één heel simpel voorbeeld. Je hebt kinderen. Je hebt kinderen, ja? Je bent in een gezin of een andere plek met kinderen. Kinderen zijn altijd lastig en luidruchtig op het moment dat het jou niet uitkomt. Dat is namelijk altijd. Dus, als je kinderen hebt, je wil net even aan tafel of je wil lekker een potje Carcassonne of iets anders, dat moment. Weet je wel, meteen, ja, en nu echt, je wil er vol in, toch? Je wil er vol in dat je zegt, als je nu je smoel niet houdt, dan moet je verhuizen naar Belkeren en Roderijs. Gewoon echt op de drijf. Als het je lukt om niet boos te worden. Denk aan je kinderen. Als je het niet doet. Als je gewoon letterlijk die woede voelt. En dan bijvoorbeeld iets anders. Je stelt een vraag. Dat je zegt, joh, wat is er eigenlijk aan de hand? Voel je het verschil? In plaats van boos worden met alle rechten. Je stelt een vraag, joh, wat is er eigenlijk aan de hand? Dat kind voelt dan opeens, wow. Ik krijg een vraag. Ik mag er zijn. Ik mag antwoord geven. Hij geeft antwoord. Er komt een gesprek op gang. En voor je het weet is het conflict weg. Dat is wat het is. En zij zeggen, ja, Dolf, goed verhaal met die kinderen en zo. Maar als er een terrorist met een gun tegenover je staat, heb je weinig aan een gesprek. En dat is helemaal waar, dat is helemaal waar. Maar als je steeds van de harde aanpak bent geweest, en er staat een terrorist met een gun tegenover je, want al die veiligheidsverhalen zijn natuurlijk volledig fake, want wij zijn niet veilig en je kan niemand tegenhouden. En als er een terrorist met een gun tegenover je staat, ben je ook fucking kansloos. Ja? Behalve als je toevallig Churandi Martina bent, dan ben je al weg, maar anders niet, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Als het je lukt om je ego even opzij te zetten en iets anders te doen dan angst en woede, dan komt er ruimte. En als je zelf een plek hebt, heb je ook het idee dat de ander ook een plek mag hebben. Je kan het oneens zijn, ze voelen zich buitengesloten, je hebt ruzie en een andere mening, en toch hebben ze recht op een plek. Want wij kunnen hun niet veranderen. En dat is wat het is. En als mensen zeggen, ik vind het zwak, is niet zwak. Wat zwak is, is elke keer roepen, we gaan dit en we gaan dat en we gaan dat. Allemaal namaken, oplossingen en allemaal angst aanjagen. Wat sterk is, is je ego opzij zetten en denken, en dan stel je een vraag of je gaat het gesprek aan of je luistert. Of je bent empathisch. Dat is wat het is.
En als je je plek door hebt, dan heeft een ander ook een plek. Toch? Ik heb er lang over gedaan om door te hebben wat mijn plek is. Dan zou je zeggen, is vrij simpel? Nee. Ik was een kind die altijd dacht, als mijn vader blijft, ben ik het ook. Als mijn moeder blijft, ben ik het ook. Ja? En uiteindelijk, na heel lang, had ik door, wow, ik heb gewoon zelf een plek. Die staat los van mijn ouders, van mijn vader. Die staat los van degene met wie ik samen ben. Dat is mijn plek. Daar heb ik lang over gedaan. En het begint even therapeutisch te klinken. Nu voel ik ook wel. Dat is ook wel waar. Ik heb een aantal jaren therapie nodig gehad om dit door te hebben. Zo gaan die dingen. En na een aantal jaren therapie denk ik, wow, dit is mijn plek. Ja? En waarom vertel ik dat nou aan jullie? Nou, op dit moment is de therapie onderdeel van de voorstelling. En kan ik de kosten aftrekken en dat scheelt gewoon uit. Ja. Verder niet van belang. Maar als een ideetje wat ik van Jos van Rij heb. En ja, ja. Dit is volgens mij waar het mij om gaat. Je hebt een plekje gunt, een andere plekje gaat het gesprek aan. En er is kans dat er ruimte komt. En je hebt iets tegen die verharding. Dat is volgens mij wat het is. En dat is precies wat Joe Cox zei. Joe Cox zei precies dit. Yeah? We have so much more in common than that which divides us. En als je, daar kan je naar leven. Want we hebben veel meer gemeen dan wat ons verdeelt. We zijn misschien niet eens in deze zaal, zeker niet in dit land. Maar we hebben zoveel meer gemeen dan wat ons verdeelt. En daar kun je volgens mij naar leven. En dat is waarom ik het kwam vertellen. En zij zeggen, wow, heeft er 1 uur 40 gesproken. Ruim. Ik vind het nogal wat. Is ook nogal wat. Maar goed, als je snel doorpraat, dan ben je gewoon binnen 1 uur 40 klaar. Dat is lekker, toch? Je hoeft niet alles mee te nemen. Laat duidelijk zijn, hè? Als je een aantal dingen meeneemt. Ja, een paar kleine dingen die je misschien geleerd hebt over een bepaald spel wat je kan spelen om je relatie op gang te houden. Of dat je in theater altijd moet zorgen dat de eerste rij vol is. Dat soort dingen. En dan een paar dingen die ik zei die echt van belang zijn. Neem er een paar mee, dan ben ik echt meer dan tevreden. En om met een groot filosoof te spreken, als ik had gewild dat je het zou begrijpen, had ik het wel beter uitgelegd. Ik heb een simkaart gevonden.